tijd, hè? Dames en heren. Zijn niet hard, hè? Nee. Dames en heren. Goed, hoor. Dames en heren. Hij gaat Femi de goede kast in. Dames en heren. Doet het zo. Je blijft even in de zaal. Hij is van Hij zal. Dames en heren, doet dit goed? Goedenavond, dames en heren. Ben ik zo een beetje verstaanbaar? Zo te horen is iedereen blij er vanavond weer te zijn. Het is even een test met de microfoon. Ik weet niet of ik ook hoorbaar ben op de tribune. Maar er wordt nog even wat gesleuteld aan de kast. Kijk, zo wordt het al wat beter. Fijn dat u hier allemaal gekomen bent vanavond. We hebben twee boeiende agenda's voor u. Eentje bij de commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken en eentje bij de commissie Sociale Zaken. En we beginnen met een informerend deel en dat is dat wij worden bijgepraat over de verbetering van de dienstverlening van de gemeente Hattem. Nou, en wie kunnen dat nou beter doen dan de meest dienstverlenende ambtenaren die hier rechts van mij zitten? Dus ik zou zeggen, heren, neem ons mee en vertel ons wat gaat er goed en vooral wat gaat u nog beter doen. Zo, goedenavond. Wat wil je nog meer met zo'n introductie? En meteen ook hoogspannen verwachtingen, dat ook weer meteen. Ja, een jaar geleden, 29 oktober 2018, heb ik ook de eer gehad om aan jullie samen met de vorige burgemeester nog de agenda voor de verbetering van de dienstverlening toe te lichten. Dat heb ik toen met veel plezier gedaan. En nu zijn we inmiddels alweer een jaar verder, dus het leek ons goed om weer eens het moment te pakken. En aan de beide commissies te presenteren waar we nu staan en wat we hebben gedaan, maar ook vooral ook nog wat we van plan zijn te gaan doen. De burgemeester Jan-Willem Wiggers is hier niet meer, maar ik heb vandaag wel versterking in de persoon van Gert van Beek. En ik denk goed is Gert dat jij ook kort introduceert. Ja, mijn naam is Gert van Beek. Ik ben door Remco ingehuurd. Ik werk als zelfstandig adviseur. In het publieke domein, eigenlijk alleen maar voor lokale overheden. En dat doe ik alles op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. En zo ook deze opdracht bij Hattem. En verder, op dit moment werkzaam bij een omgevingsdienst, maar niet hier in de regio. Dus dat is voor nu eventjes. Ja. We hebben vanavond drie kwartier. We proberen aan het einde in ieder geval nog ruimte in te lassen voor het stellen en vooral het beantwoorden van jullie vragen. Om 9:15 moet echt stoppen, want dan gaan we uit elkaar. Dus, het doel en de agenda van de presentatie van vanavond. Even een korte inleiding op dienstverlening, op verschillende manieren hoe je daar kunt kijken. Waar staan we nu als we het hebben over de dienstverlening in Hattem? Welke stappen zien we nog voor ons? En wat is juist zoals hij, het bieden van gelegenheid of stellen van vragen. Met deze presentatie van vanavond willen we in ieder geval meenemen in het gelopen proces. Of een gedeeld beeld krijgen over dienstverlening in Hattem en wat het dan is. En kennis nemen van vervolgacties. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen in ieder geval voor ons betreft voor vanavond. Een korte inleiding op dienstverlening. Ik heb het net niet gezegd, maar Gert en ik vertellen afwisselend wat verschillende onderdelen. Gert. Ja. We dachten, laten we maar eens beginnen met een vraag. Wat is eigenlijk dienstverlening? En daar kan je van alles en nog wat van vinden. U heeft er waarschijnlijk zelf ook een beeld, een idee bij.
We hebben een paar definities daarvan opgenomen. Je kan natuurlijk heel veel over vertellen. Maar eigenlijk zeggen we, dienstverlening is elke vorm van interactie die u heeft met uw inwoners, ondernemers of instellingen. Vanuit welke gelegenheid dan ook als organisatie. Dus een vrij breed begrip. Of dienstverlening gaat over de ondersteuning die u biedt aan uw partners en de wijze waarop de organisatie daarop is ingericht. Dus dienstverlening is een heel breed thema, eigenlijk het bestaansrecht van iedere gemeente. Alles wat je doet, zou je kunnen zeggen, is een vorm van dienstverlening. Je kan ook kijken naar dienstverlening op verschillende niveaus. En die hebben we hier in een piramide uitgetekend. Transactionele dienstverlening, dat is elke vorm van één op één dienstverlening. Dus u kent het wel, het rijbewijs, paspoort. Maar ook een uitkering of een bouwvergunning of... Het zijn allemaal transacties waarbij een inwoner iets vraagt in de gemeente, één op één met die desbetreffende persoon iets doet. Kijk je naar een stapje hoger, dan kan je ook spreken van collectieve of ondersteunende diensten. Dat zijn eigenlijk vormen van dienstverlening die je niet voor één individu doet, maar meer voor een collectief. Dus je zou iets kunnen zeggen over het beheer van de openbare ruimte, maar ook iets als mantelzorg organiseren. Dat doe je voor een grotere groep, niet altijd één op één georiënteerd. En het laatste niveau, meer het opgavegestuurde dienstverlening, dan praat je het over nieuwe ontwikkelingen die je als gemeente door wil voeren. En de manier waarop je daarmee met je inwoners of ondernemers in gesprek gaat. Eigenlijk allemaal vormen die gaan over dienstverlening en de manier waarop je interactie hebt met de gemeenschap. Dit vertellen we vaak, want als je het over dienstverlening hebt dan, en je vraagt, goh, wat is dat eigenlijk, dan gaat het 9 van de 10 keer over het paspoort. En daar worden er veel van verstrekt, maar dat is maar een heel klein stukje van de gemeentelijke dienstverleningspalet. Dus het gaat over een veel breder geheel dan dat. Als je kijkt naar dienstverlening, is een ander plaatje wat we gebruiken op dit moment ook om te kijken van hoe en welke manier kom ik nou in contact met inwoners of ondernemers. En als je kijkt naar het gemeentelijke palet van diensten, elke gemeente heeft zo'n, ja, een beetje afhankelijk van hoe het wordt gedefinieerd, maar zo'n 500 tot 600 verschillende producten en diensten, dus een vrij breed palet aan diensten. Maar je kan niet iedereen over één kam smeren, dus je zou goed moeten kijken van hoe bied ik dat dan aan. Nou, dit matrixje dat helpt ons om te kijken naar het type product wat je levert of de type dienst afgezet tegen de doelgroep die je bedient. Dat kan je gebruiken om je kanalen bijvoorbeeld in te richten. Dit is een voorbeeldje, ik zeg niet dat het zo zou moeten in Hattem, maar hier kan je naar kijken. Bijvoorbeeld eenvoudige producten en je hebt een doelgroep die een hoge mate van zelfstandigheid heeft, ja, die kan je prima digitaal bedienen. Maar diezelfde zelfstandige doelgroep, bijvoorbeeld een ondernemer die zich wil vestigen of een plan heeft, wat meervoudig complexe problematiek is, die sta je misschien wel liever persoonlijk te woord. Omdat de interactie die je hebt anders is dan wanneer je dat digitaal zou doen. Dus dit helpt ons om te kijken van wat voor diensten leveren we, hoe kunnen we die het beste aanbieden, aansluitend aan de, ja, aan de vraag en de doelgroep die je bedient. Even een aantal inzichten als we het hebben over dienstverlening en verschillende manieren hoe je daarnaar kunt kijken. Nu over naar de stand van zaken dienstverlening. Voordat we op een stukje planvorming, klantonderzoek en huisvesting te spreken komen, eerst nog een korte terugblik. Vorig jaar, ik zei het al bij de introductie, heb ik daar wat ook over verteld. Hè, dat de agenda verbetering dienstverlening eigenlijk de opvolger is van het programma dienstverlening 2014-2018. Dat is met uw commissie ook gedeeld. En sinds die periode zijn we hard onderweg met de realisatie van de ambities en opgaven die daarin zijn vermeld. Ook heeft uw raad vorig jaar bij de vaststelling van de begroting voorbereidingskrediet afgegeven. Van 25.000 euro aan bedrag en nog een bedrag aan de uren voor de planvorming van de verbouwing van de centrale hal en realisatie van het KCC. En dit schema herinneren jullie vast ongetwijfeld nog wel van vorig jaar. Het is niet meer één op één hetzelfde, omdat dat een schema is wat onderweg is. Het is een actief overzicht en inmiddels zult u ook als u oude versie erbij pakt zien dat er inmiddels de nodige groene vinkjes aan zijn toegevoegd met data waarop die verschillende elementen zijn gerealiseerd. Vorige keer heb ik het uitvoerig toegelicht. Ik wil nu ook niet al te lang meer stilstaan, maar wel een aantal highlights over verschaffen. En we kunnen het even rond laten gaan, dan heeft u in ieder geval straks ook allemaal een versie daarvan. Als wat groen vinkje is, dat is dus al gerealiseerd. Waar we nu heel erg druk mee zijn, is het KCC-plan, waarover we hierna meer gaan vertellen.
Evenals de huisvesting en het klantonderzoek. Dat zijn elementen waar we zo meteen nog op terugkomen. Een paar dingen pak ik hier toch even uit. Als je ziet in de middelste rij, dan zie je de oranje kleurige. Dan zie je plaatsonafhankelijk overleg, huisbezoeken, vereenvoudige werkprocessen, integraal werken, einde aanspreekpunt. Er zijn drie bullets die bij elkaar geformeerd vanuit de inhoud door ons worden aangevlogen. Dus vanuit dienstverlening kijken we er heel erg sterk naar van hey, hoe kunnen we dat verbeteren? Wat betekent dat dan van buiten naar binnen gedacht? Maar ook vanuit omgevingswet en uit loket 0 tot 100 wordt deze uitgangspunten omarmd en wordt naar gekeken van oké, hoe kunnen we daar dan in de praktijk uitvoering aan geven als we het hebben bij over het implementeren van de omgevingswet of het verbeteren bijvoorbeeld van de bereikbaarheid van loket 0 tot 100. En op die manier proberen we die interactie en de integraliteit tussen dienstverlening en de andere inhoudelijke opgaven ook vorm te geven. Nou, als je onderin kijkt, dan zie je bijvoorbeeld chatfunctie staan en webcare met zo'n inspraakballonnetje erboven. Dat geeft aan dat we daar onderzoek naar recent hebben gedaan. Of daar behoefte aan is bij onze inwoners om op die manier de dienstverlening verder uit te breiden. U kent het wel, als u tegenwoordig naar bol.com en dat soort sites allemaal gaat, dan ziet u meteen van... Kunt u vinden wat u zoekt? Kunnen wij u helpen? Heb je meteen een, ik wou bijna zeggen, een irritante pop-up die je vraagt of die kan helpen? Maar voor een heleboel mensen kan het wel hulpzaam zijn om juist verder te helpen in het proces. Nou, wij onderzoeken ook, is dat een optie om een HATM ook aan de website dat bijvoorbeeld toe te voegen? Of moeten we nog meer doen met onze social media? Nou, dat zijn onderzoeken die we op dit moment verrichten. En afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen we kijken hoe we het verder gaan oppakken. Meldingen openbare ruimte, die staan er ook in. Dat is nu iets wat we binnenkort gaan oppakken voor het vierde kwartaal. Om het proces te verbeteren, vooral vanuit de klant. Hoe kan die nog sneller, nog beter de melding doorgeleiden, eventueel met behulp van een app. En hoe handelen we dan zo snel mogelijk de klant en de klantvraag af. Zodat de melding daadwerkelijk ook wordt opgepakt en ook andere bewoners daarover kunnen worden geïnformeerd. Nou, dat zijn activiteiten die hierop staan. Het overzicht is rondgegaan. Als we daar verder nog vragen over hebben, dan kunnen we er zeker nog straks nog nader op ingaan. Het klantonderzoek, wat ik net al aankondigde, en zal Gert ook meer gaan. Ja. In mei hebben we een klant- of een inwoneronderzoek gedaan, puur gericht op de dienstverlening. Dat is natuurlijk wel aardig als je met de dienstverlening aan de slag gaat, om eerst eens te kijken van ja, maar wat verwachten mensen nou eigenlijk? En in het model hebben we eigenlijk naar twee dingen gekeken. Naar de ene kant van met welke verwachtingen komen mensen hier binnen. En de tweede is, ervaren ze dan ook dat wat ze verwachten. Dus dat is wel interessant te vergelijken, zit daar dezelfde beleving in. Aantal dingen halen we naar voren. Er is ook nog een onderzoek gedaan, waar staat je gemeente? Daar zijn ook een aantal elementen vanuit dienstverlening bekeken. Die voegen we samen, daar zijn we op dit moment nog mee doende. Maar hier staan een aantal bullets. Dit zijn elementen die inwoners belangrijk vinden. En met stip bovenaan en zou je zeggen, ja, dat is een open deur. Maar het is toch altijd wel goed om je te realiseren. Dat staat betrouwbaarheid. Dat vindt men superbelangrijk. Dus betrouwbaarheid gaat boven snelheid, om het maar zo te zeggen. Dat is een interessant gegeven. Daar wijkt HATM overigens niet van af voor ten opzichte van andere gemeenten. Maar het is goed om te weten dat als je een afspraak met iemand maakt, kom hem dan ook na. Want dan ben je een betrouwbare partner. Dat is een belangrijk gegeven. Ander element, en dat sluit ook een beetje aan met het onderzoekje wat we nu doen, is dat we hier hebben gekeken naar hoe inwoners informatie in willen winnen bij de gemeente. En dit is eigenlijk een heel traditioneel beeld. Bovenaan staat via de website, als men dus iets wil zoeken, dan doen ze dat primair via de website. Komen ze niet uit, dan telefoon en dan persoonlijk gesprek. Chatten of WhatsApp, dat wordt duidelijk wat minder gebruikt. Daarin zie je wel een verschil met wat grotere steden en wat kleinere steden. Maar hier via de website eerste behoefte om informatie in te winnen. We hebben ook een open vraag gesteld en dat is altijd interessant. Open vragen stellen en wat het is het eerste wat bij u opkomt als het gaat om de verbetering van de dienstverlening. Nou, een heel breed palet van antwoorden hebben gekregen, waaronder het plaatsen van een nieuwe kattenvoerfabriek. Nou, die kon ik niet helemaal plaatsen, maar hij werd wel als optie of tip meegegeven. Maar we hebben ze verdeeld in een aantal thema's die steeds terugkwamen. En nou, het staat er al bereikbaarheid en respons op telefoon en mail. Dat is een belangrijk punt waar mensen zeggen, als je dat verbetert, dan doe je echt iets goeds met de dienstverlening. Dus kom je afspraken na, terugbelbeloftes. Als je zegt van, desbetreffende ambtenaar is er op dit moment niet. Je krijgt een terugbelverzoek, kom hem dan wel na. Nou, heel logisch, maar daar gingen nodige tips over.
ondanks het werken met afspraken, een heel percentage dat dat positief heeft, als positief ervaart, waren er toch mensen die zeiden van, nou, ik zou toch ook wel graag binnen kunnen lopen op het moment dat het mij uitkomt. Elementen die een appel doen op houding en gedrag, dus hoe ben ik in de interactie met de inwoners, dat is een belangrijk element waar tips over werden gegeven. En wat je heel veel ziet, en dat is ook niet vreemd, tips over de openbare ruimte. Dus het onkruid, de tegels, de verlichting op straat, al dat soort zaken, die komen dan naar voren. Dat is op zich logisch, zou je zeggen, ja, dat heeft niks met dienstverlening te maken, maar dat is wel in de directe leefomgeving van inwoners. Dus dat raakt men, ja, dat raakt je direct in je dagelijks leven. Een aantal ervaringen, hier staan er twee elementen. Het gaat over de servicegerichtheid. Op een schaal van 75 of van 0 tot 100, dan scoor je 75, dat is hoog. En de snelheid waarmee men wordt geholpen, nou, die scoor je eigenlijk ook allemaal goed. Het is wel interessant om te zien dat wanneer een enquête online wordt ingevuld, dat je dan lager scoort dan wanneer mensen hem hier in het gemeentehuis of stadhuis hebben ingevuld. Zou je enigszins kunnen verklaren door, dan heb je net de ervaring gehad en ben je vriendelijk geholpen en dan krijg je een hoger rapportcijfer. Dus nou, dit geeft een eerste doorkijkje. Er zijn nog veel meer doorsneden van dat onderzoek te doen, maar dat zijn wel interessante cijfers waar we iets mee kunnen doen in de verbetering van de dienstverlening. Voortgang KCC, als we weer teruggaan naar het activiteitenoverzicht wat zojuist is rondgegaan, dan is dat eigenlijk de bovenste groene lijn. En daar staat het samengevat als KCC-plan. Nou, dat is een hele korte samenvatting van wat wij van plan zijn. Er zijn ook een paar verschillende elementen aangehaald. Maar de belangrijkste lijn die we bezig zijn in te zetten is het doorontwikkelen van het servicecentrum eigenlijk naar KCC. Waarbij je steeds meer vragen van de back-offers, want nu wordt het een simpele vraag als wanneer is dat huis geopend, wordt beantwoord aan de voorkant. Maar zodra de vraag wat iets complexer is dan dat, dan zal die heel snel worden doorverbonden naar de back-offers. Dus een ontwikkeling die we in gang willen zetten is ook steeds meer het ontlasten van de back-offers. Door vragen aan de voorkant door het KCC ook te laten beantwoorden. En dat betekent wat voor de inrichting van de processen. Dat betekent ook wat voor, zoals het zo mooi heet, kanaalverleiding. Het schema van Gert al wat hij zei. Eenvoudige vragen ook zoveel mogelijk proberen. Ja, echt digitaal. Dus als iemand zelfstandig een verhuizing door kan geven via de website, dan heeft dat ook onze voorkeur. Dus probeer dat te stimuleren in plaats van dat daar een persoonlijk gesprek of contact voor plaatsvindt. Al die processen die proberen we te monitoren en eigenlijk te ontwikkelen, waarbij we steeds meer ook richting dat KCC proberen vorm te geven. En dat betekent dus ook dat de regie op dat klantcontact, want de klantcontact ontstaat en komt binnen bij het KCC, dat dat daar ook zal worden neergelegd. Waardoor je meer regie krijgt op bijvoorbeeld terugbelafspraken. We zeiden net al even dat vertrouwen, hè, dus het nakomen van de afspraak eigenlijk verschrikkelijk belangrijk is. Hè. Dat vindt de inwoner, blijkt uit de enquête. Dus betrouwbaarheid. Dus ook als je een terugbelafspraak maakt, komt die dan ook na en zit er ook bovenop. En die regie daarop proberen we veel meer aan de voorkant te beleggen. En dat zijn meer de proceskant en hoe we dat proberen te organiseren. Daarnaast hebben we nog ook de huisvestingskant. En de huisvestingskant is eigenlijk onze plannen om de huisvesting van de centrale hal anders te organiseren dan dat het nu is. En daar hebben we verschillende redenen voor. Hier is een hele trits opgezond. En het belangrijkste is eigenlijk toch wel de eerste. We lopen diverse risico's als we het hebben over de baseline informatieveiligheid voor de overheid. We hebben een analyse uitgevoerd en ik heb vernomen dat u daarover in vertrouwen al bent geïnformeerd. Dus ik zal niet vermelden welke risico's we exact allemaal lopen, maar we lopen extra aanzienlijke risico's in ieder geval in onze bedrijfsvoering zoals het nu georganiseerd is. En die risico's willen we beperken en we proberen dat ook door middel van aanpassing in de centrale hal, ook dat soort zaken met elkaar te combineren. We trachten ook de privacy te bevorderen van telefonische contacten. De praktijk is nu dat een bezoeker die een afspraak heeft bij burgerzaken soms moet wachten totdat de telefonist is uitgebeld. Soms is pech, er zijn allebei de telefonisten in gesprek en dan moet die bezoeker wachten. Maar die kan wel live meeluisteren wat allemaal besproken wordt. Telefonisten voelen zich daarbij ongemakkelijk, want die ziet die wachtende klant. En die voelt zich ook ongemakkelijk richting degene die zo'n telefoon heeft. En dat merkt degene die aan de lijn hangt ook. Dus in alle opzichten is dat een allesbehalve goede situatie zoals het nu georganiseerd is. En de volgende bullet haakt eigenlijk ook aan. Door de telefonie elders in het stadhuis ook te organiseren, dan kan de kwaliteit en dus de kwaliteit van de telefonische dienstverlening verder omhoog. En dat proberen we ook weer te bereiken met, nou, wat al zei, die ontwikkeling. Omdat de back-office informatie
veel meer door de voorkant, dus door het KCC, wordt afgehandeld, moet die kwaliteit ook meer omhoog, zodat we meer ook de competenties en tools hebben om dat ook daadwerkelijk die stap te kunnen maken. Maar inwoners die een afspraak hebben gemaakt via de website en rechtstreeks naar burgerzaken door willen, ja, ook die moeten soms nu wachten tot het grote letters van wacht hier of hier melden SVP zijn opgelicht en die zich daadwerkelijk gemeld heeft. Terwijl het soms niet eens nodig is. Hoe makkelijk is het om rechtstreeks plaats te nemen in de hal, opgeroepen worden en meteen door. En daar komen veel klachten over van inwoners van waarom moet ik dat altijd op het bonnetje halen langs of bij het servicecentrum. Inwoners die zichzelf niet of onvoldoende kunnen redden, ja, die laten we niet in de kou staan. Die proberen te helpen en door een gastvrouwfunctie aan te bieden om waar nodig assistentie te verlenen. De bankje is bij de balies. Nu is het zonder klaar waarvoor iemand komt, afhankelijk van waar die zit. Als je bij werk en inkomen of WMO, dan zit je op dat bankje. Bij burgerzaken zit je daarvoor. We willen daar vanaf door liefst één centrale zit te organiseren van waar je naar de verschillende balies toe kunt gaan. En die balies zijn ook wellicht niet meer zo logisch en vanzelfsprekend waar ze nu zijn. We willen ook kijken naar flexibele gebruik en inrichting van die balies en eventueel ook meer spreekruimtes. En dat laatste sluiten we aan bij een behoefte die we hebben vanuit loket 0100 en omgevingswet. Waar juist veel meer de persoonlijke contact centraal zou komen te staan, wellicht nog meer dan nu het geval is. Ook het bevorderen van de veiligheid medewerkers is een belangrijk thema. Tuurlijk hebben we nu een alarmeringssysteem voor acute noodgevallen. Maar hiermee bedoelen we ook toezicht op welke medewerkers überhaupt in het stadhuis zijn als er een incident of een calamiteit is. We weten het niet. We moeten letterlijk alle kamers, alle zolderkamertjes langs gaan om te weten welke medewerkers in het stadhuis zijn. En omgekeerd, we weten ook niet welke bezoekers er zijn op enig moment en waar die zich bevinden. Allemaal redenen om daar nog eens goed naar te kijken en ook een andere inrichting te kiezen. En we hebben ook diverse dienstverleningsonderzoeken. Waar staat je gemeente? Nou, recent dit jaar. En waar Gert net al refereerde, ons eigen klanttevredenheidsonderzoek. Waaruit ook de nodige opmerkingen naar voren komen over de hal van het stadhuis. Men ervaart het al zeer donker. Onbekende bewoners die voor de eerste hier zich melden, die zitten zoeken. En enkeling die klopt aan hier bij de Kamer van de Burgemeester, bij die deur. Want die denkt dat dat de ingang is. Omdat het toch wel donker is en wat meer afgelegen is. En we hebben grote letter stadhuis nodig om de ingang te accentueren. En het is donker als men binnenstapt. Eerst de tussenruimte en vervolgens in de hal. Nou hebben we daar wel maatregelen getroffen om toch meer verlichting aan te brengen. Maar we proberen daar op een andere manier ook nog eens goed naar te kijken en meer het klimaat ook wat te verbeteren. En tot slot, maar zeker niet over het minste, is de belofte gedaan in het coalitieakkoord. Waarin staat dat het stadhuis een uitnodigende plek is voor onze inwoners. Dat is ook de reden waarom wij voorbereidingskrediet hebben gevraagd en gekregen. Met dat voorbereidingskrediet hebben we begin dit jaar in de organisatie een traject gestart om te kijken van welke wensen en eisen hebben we allemaal. Als we het hebben over de aanpassing van centrale hal en spreekruimtes. In de voorbereiding hebben we getroffen om te komen tot een aanbesteding voor een architect die ons kan begeleiden. Nou, inmiddels is die opdracht gegund en is gegund aan twee snoeken. Een partij die waanzinnig veel ervaring heeft met het aanpassen, verbouwen en nieuw ontwerpen van gemeentehuizen en stadhuizen. En met hen hebben we inmiddels de eerste sessie gehad en de volgende nog een aantal. Om uiteindelijk te komen tot een aantal schetsplannen met bijbehorende kostenramingen. En die schetsplannen en kostenramingen die zullen, als het goed is, ergens in december opgeleverd moeten worden. Waardoor we uw raad ergens in het eerste kwartaal volgend jaar een aantal voorstellen kunnen voorleggen met erin verschillende scenario's. Van meer vergaand tot minder vergaand met bijbehorende kostenramingen. Afhankelijk van de besluitvorming zou dan mogelijk start van de uitvoering van de werkzaamheden tweede helft 2020 of de eerste helft 2021 zijn voorzien. Dit is een plaatje van de twee snoeken, zoals gezegd een architectenbureau waar veel ervaring zit op het gebied van het verbouwen of aanpassen van stadhuizen of gemeentehuizen. Uit Den Bosch komen ze. Okay. Ja. En ze doen hier in de regio ook het nodige. Ze rijden regelmatig op en neer deze kant op. Dit is een plaatje wat ze hebben gebruikt en waar ze aangeven, en dat sluit ook wel aan bij het bio-verhaal van de beveiliging. Van kijk bij het inrichten van een stadhuis of een gemeentehuis naar een bepaalde zonering. Je hebt een deel wat publiek toegankelijk is, een openbaar gebouw uiteraard. Maar er zijn ook stukken waar je zegt dat is semi-publiek toegankelijk. Of daar moet je met begeleiding naartoe. Daar kan je niet zelfstandig zo doorheen lopen. En er zijn ook plekken waar je gewoon niet mag komen. En dat moet je wettelijk ook gezien. Bij burgerzaken is dat bijvoorbeeld zo. Je mag niet overal zomaar naar binnen toe kunnen lopen. Dus dat zal je kunnen scheiden. Dus je zou kunnen kijken naar de inrichting van het stadhuis met zo'n plaatje in je achterhoofd.
En heel grof, daar zijn we dus nu eerste verkenning aan doen. Als je binnenkomt, dan zou je zeggen, ja, dat is logisch dat die eerste hal hier, dat het publiek is. Er zit een logische scheiding in, middels een deur die niet wordt gebruikt. Maar dat zou je wel kunnen doen, om ook semi-publiek toegankelijk deel te maken. Nou, dat zijn de eerste verkenningen. Daar gaan we uiteraard nog verder mee aan de slag. Morgen zelfs met de architect. Zoals gezegd komen daar een aantal schetsplannen uit. Mag ik een vraag stellen? Na afloop van de presentatie. De heren zijn bijna klaar en dan gaan we even een rondje maken. Ja, letterlijk nog één sheet. Deze, het vervolg. We zijn druk bezig met de realisatie van de ambitie en opgaven zoals die in de aanpak van de agenda verbetering dienstverlening zijn opgenomen. We zijn ook hartstikke druk bezig. Gert zei het al, morgen zit weer met de architect om tafel om met schetsplannen en kostenramingen te komen voor de verbouwing. En daarbij het belangrijkste is dat wij uw raad en willen vragen daarover een besluit te nemen in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dus het woord even aan de commissie een rondje vragen stellen. De heren die doen de microfoon even uit, dat klopt. Anders kunnen leden van de commissie niet op een knopje drukken. Ze kunnen wel drukken, maar ze hebben geen contact. Meneer Kramer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u ook aangeven hoeveel bezoekers op jaarbasis hier komen? Om even een idee te krijgen hoeveel dat er zijn. En hoeveel daarvan zijn er op afspraak? En hoeveel daarvan niet op afspraak? Even een paar kengetallen graag. Nee, kan ik niet. Want we registreren het niet. We hebben geen bezoekersregistratie. En om te voorkomen dat we in discussie raken, wat is nou een bezoeker of niet? Als uw vraag erop gericht is van welke klanten we krijgen dan alleen bij burgerzaken, dan zou het bijvoorbeeld wel kunnen. Maar we werken veel breder nog op afspraken, dus ook vergunningverlening en het sociaal domein ook. En daarnaast hebben we natuurlijk ook afspraken, iemand, een beleidsmedewerker die een afspraak heeft, of iemand die de brandmeldinstallaties, dus we hebben een heleboel verschillende soorten van afspraken. Als u alleen dat van burgerzaken zou willen weten, dan kan ik die gegevens niet ter plekke ophoesten, maar dat kan ik nog eens een keer toezenden. Nou, het gaat mij erom dat als je dus de plannen ziet, dan zou je toch moeten weten bij benadering, met name de bezoekers die geen afspraak hebben. En ik meen dat er toch wel heel veel bezoekers allemaal nu op afspraak komen en op enkele dagdelen in de week niet. En is het dan niet, als je dan dat nog gaat splitsen in verschillende ruimtes, daarom denk ik toch wel dat zo'n bureau ook een uitgangspunt moet hebben hoeveel bezoekers er ongeveer komen. Maar goed, dat is een... Ja, we hebben de klantenaantallen voor burgerzaken hebben we en we werken daar 100% door afspraak. En als service hebben we de woensdagmiddag dat men dus ook nog vrij kan binnenlopen. De andere disciplines, sociaal domein, er werden heel veel op afspraak gewerkt, maar ook heel veel buiten, zoveel mogelijk ook op bezoek. Maar het is ook een ontwikkeling van loket 0200, dat juist in de keten veel meer die samenwerking wordt gepromoot en dat probeert zoveel mogelijk integraal te gaan werken, ook met alle onze partners. En het zou maar zo kunnen dat die vanwege wellicht bezuinigingen of financiële redenen of vanuit efficiëntie, dat het wellicht handig is om die juist naar binnen te halen. Nou, dat is wat we nadrukkelijk allemaal met die architecten ook bekijken. Welke toekomstige ontwikkelingen hebben we? Waar organiseren we het? Hoe organiseren we onze bereikbaarheid? En dat zijn elementen die allemaal in de komende weken allemaal tot uitdrukking komen. Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, complimenten voor het onderzoek. Heel mooi dat deze stappen zijn gezet en dat jullie ook inzicht hebben verkregen op deze manier in wat er zeg maar verbeterpotentieel is voor de dienstverlening in Hattem. Ik heb nog wel een vraag, zeg maar. We hebben nu landelijk de ervaring met het Binnenhof, hoe het ook mis kan gaan met dit soort projecten. Ik hoor u ook een aantal dingen zeggen en die heer Kramer die refereert er volgens mij ook al een beetje aan. Hè. Je kunt natuurlijk op het gebied van veiligheid zijn er wat eisen te stellen aan die in deze tijd anders zijn dan een aantal jaren geleden. Alleen er is ook zoiets als een gevoel van veiligheid en wat past bij de gemeente Hattem. En ik denk als we kijken naar de schaal van Hattem en hoe we hier met elkaar om kunnen gaan nog steeds in deze stad. Dan denk ik dat we ook moeten zoeken naar een vorm die heel goed past bij Hattem.
En ik zou willen voorkomen dat er bij wijze van op elke hoek in het gebouw een poortje is met een kaartje. Hè. Dat is misschien allemaal op papier hartstikke veilig. Ik denk dat we ook goed moeten nadenken over van hoe organiseren we het op een manier die past bij Hattem. En een tweede punt, ook een oproep waar ik mee begon van hoe het in Den Haag is gegaan. Laten we dat met z'n allen voorkomen. En ik denk dat het een gevoel is wat breed leeft in de Raad. Dat we deze verbouwing ook op een sobere en doelmatige manier invulling geven. Iets wat past ook bij de financiële opgave waar we als gemeente voor staan. Dank u wel. Kijk even, de portefeuillehouder. Ja, graag voorzitter. Ik denk dat we het allemaal met de spreker eens zijn dat we ons gelukkig mogen prijzen dat dat hem een relatief vrij of een veilige werkomgeving biedt. En dat je daar ook niet de redenen misschien speciaal zou moeten vinden waarom je tot functiescheidingen en zo om zou moeten gaan. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk wel gewoon te maken met wettelijke regelingen waar ook het stadhuis van Hattem aan moet voldoen op termijn. En dat voldoen we nu niet. En daarnaast moet je ook zorgen dat de privacywetgeving, waar we toch in toenemende mate mee te maken krijgen, of we het leuk vinden of niet. Maar die regels gelden. We hebben nu ook een CISO. Die zal ook op basis van zijn bevindingen op enig moment denk ik wel met aanbevelingen komen dat er verbeteringen gemaakt moeten worden. En die verbeteringen moeten ook op een bepaalde manier fysiek vertaald worden. Dat er in bepaalde ruimtes wel persoonsgebonden gegevens mogen zijn, maar die mogen dan niet publiekelijk toegankelijk zijn. Op dit moment is het hele gebouw publiek toegankelijk. Dus daar zullen in elk geval maatregelen voor moeten gaan komen. Beveiliging van informatie, maar ook beveiliging van medewerkers. We hebben toch in toenemende mate, en we mogen ons gelukkig prijzen dat dat in Hattem nog niet speelt, maar het kan op elk moment misschien wel een keer gebeuren, dat medewerkers toch te maken krijgen, ook met bedreigingen of intimiderende omstandigheden. Daar moet je wel dan de maatregelen voor kunnen nemen. Een andere opmerking die u maakt, of uw oproep van ga sober en doelmatig verbouwen. Ik denk dat de gemeente dat natuurlijk van harte ondersteunt. De keuze voor de twee snoeken, ik hoorde het toevallig vandaag ook, is dezelfde keuze die mijn vorige gemeente ooit gemaakt heeft. Toen daar, nadat er aanvankelijk ooit besloten was om een groot, misschien wat te groot, nieuw gemeentehuis te bouwen, om het bestaande gemeentehuis doelmatig en sober te gaan verbouwen en een stuk aan te bouwen. De keuze toen is ook op de twee snoeken gevallen. Dus dat is op zich wel een bureau die je dat kunt toevertrouwen. Even voor de zekerheid, dat is niet dezelfde partij die het gebouw heeft ontworpen waar onze vorige burgemeester naartoe is gegaan, toch? En wat niet te boek staat als het lelijkste gebouw van Nederland. Nee, die garantie durf ik u wel te geven. Maar goed, dit gebouw blijft bestaan, begrijp ik uit het antwoord van de burgemeester. U hoeft daar niet bang voor te zijn. Ik maak een rondje even verder. Ik ga naar de fractie van de VVD. Ja, ook namens ons dank voor de presentatie. Het geeft wel een mooi inzicht in hoe mensen graag willen communiceren. En ik vind het ook wel een dingetje. Dat, jullie noemen dat kanaalverleiding. Die Frokkers manier van communiceren met de gemeente. Ik kan me voorstellen dat een ondernemer met een complexe vraag graag een gesprek heeft. Dat een aanvraag voor een simpele bouwvergunning, dat je dat via een formuliertje op de website doet. Maar daarnaast hebben jullie ook die webcare in onderzoek of het uitbreiden van WhatsApp-communicatie. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die met de gemeente communiceren over die openbare ruimte. Dat is wat ze het eerste zien. Die stoeptegel die scheef ligt, die echt gevaarlijk is, die lantaarnpaal die scheef staat. Daarvoor is bijvoorbeeld zo'n app, Fixie, Buiten Beter. Dat zijn van die apps. Je ziet een kaart van Hattem. De app ziet zelf ook waar je bent. En je geeft aan, nou, hier ben ik. En de lantaarnpaal staat scheef. Maar het voordeel is, je ziet dan ook gelijk dat er al 20 meldingen zijn geweest. Je kunt een fotootje even doorsturen en je hebt gelijk de melding. Op het moment dat er 40 mensen WhatsAppen en 20 mensen bellen, dan hou je medewerkers van de gemeente best wel lang bezig. Als je stuurt op een voorkeurskanaal wat ook heel efficiënt communiceert, heeft dat natuurlijk wel de voorkeur. Jullie gaan er nu dit kwartaal mee bezig. Onze oproep zou zijn, kijk ook of je dat vervolgens ook kan koppelen aan het zaaksysteem. We hebben natuurlijk een nieuw zaaksysteem. En dat is een beetje raar op het moment dat je een formuliertje op een website of een WhatsApp berichtje, of liefst natuurlijk via die app, informatie binnenkrijgt,
die niet automatisch in dat zaaksysteem gaat. Want dan zit je handmatige dingen over te doen. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Dus wat dat betreft wordt daar echt wel op aangestuurd. Tot even als tip. Dank u wel. Ik weet niet of dat toch een aanleiding tot reactie van u geeft. Nou, ik was blij dat we ook goede adviseurs dienstverlening in de raad hebben. Kijk, dat was een gratis advies van de heer Hof. Prima. D66, nog een... Ja, ook een aantal vragen en opmerkingen. Als ik even inga op de kanalen, wij hebben daar in het verleden ook wel over nagedacht. We moeten toch wel goed beseffen dat er toch een vrij groot aantal mensen zijn die ongeletterd zijn of toch daar moeite mee hebben. Of moeite hebben met computers te bedienen, et cetera. En we denken dat dat toch een vrij groot gedeelte van de Hattemse bevolking is. Aan de andere kant kennen wij in feite maar één kern hier in Hattem. En wij denken eigenlijk dat het voor heel veel mensen toch niet zo heel veel moeite is om even binnen te lopen binnen het stadhuis, al dan niet. Dus dat betekent ook dat wij toch hier en daar wel wat vraagtekens hebben om heel zwaar in te zetten op digitale dienstverlening. Natuurlijk weten wij ook dat de Rijksoverheid daarop stuurt, dat er veel digitale dienstverlening is, maar wij willen toch wel graag ook aandacht voor een afweging van hoe past dat in de Hattemse situatie en is dat nodig, want het betekent natuurlijk ook voor digitale dienstverlening dat je het nodig moet opzetten, onderhouden, et cetera. Het zou wel eens kunnen zijn dat je dat voor een aantal aangelegenheden overweegt om het juist niet te doen in plaats van wel te doen. Dat was mijn eerste overweging. De tweede overweging wil ik toch ook het verzoek van de ChristenUnie om tot soberheid over te gaan ook ondersteunen. We hebben toen destijds volgens mij een bedrag al gezien om de Vissenkom weg te halen. Wij schrokken daar nogal van zo'n bedrag. Dus ik hoop niet dat we straks ook schrikken van het plan wat er uiteindelijk uitkomt. Want er moet natuurlijk wel een afweging plaatsvinden van nut en noodzaak, et cetera. En daar ondersteun ik de burgemeester. Als er natuurlijk een wettelijke noodzaak is om dingen te regelen, dan moeten we dat gewoon doen. Dat is een plicht. Maar laten we alsjeblieft niet doorschieten. Een derde punt wat ik aan de orde wil stellen is dat wij toch nog regelmatig in contacten met inwoners horen. Dat mensen wel contact zoeken met de gemeente in de vorm van een brief of een mail of wat dan ook. En dan vervolgens, als het goed is, af en toe ook nog een bericht krijgen dat het aangekomen is. En liefst nog dan in het vervolg ook helemaal niks meer horen. Dat horen wij toch nog regelmatig. En ik wou er toch echt grote aandacht voor. Want wij vinden dat uiterst vervelend. Dat mensen wel contact hebben gezocht, maar dat dat niet wordt opgevolgd. Of dat überhaupt het lijkt dat het helemaal niet aangekomen is. Dan mijn laatste opmerking. Vroeg ik me nog even af. Wij kennen natuurlijk ook een balie bij het CEG. We kennen daar ook de situatie dat we praten over een 0 tot 100 loket. Ik zie hier bijvoorbeeld bij een van de punten dat verschaffen van statusinformatie met uitzondering van het sociaal domein. Dat begrijp ik niet helemaal hoe ik dat moet plaatsen. Dus graag daar ook nog even wat verklaring voor. Dank u wel, meneer Kort. Kijk eerst even ambtelijk, misschien daarna nog een aanvullende bestuurlijke reactie. Om meteen met die laatste te beginnen. Dus statusinformatie met uitzondering van het sociaal domein. Ons streven is zoveel mogelijk, wat ik al schetste, die ontwikkeling om zoveel mogelijk vragen die back-offers gerelateerd zijn, zoveel mogelijk naar de voorkant te brengen. Dus dat de KCC die beantwoordt. In samenwerking met de projectleider van de KCC, of met het sociaal domein, hebben we daar het gesprek over gehad. Van ja, wil je alle telefonerende bellende klanten eerst allemaal via het KCC hebben? Of wil je ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk bij de juiste persoon terechtkomen? Ook met het oog op privacy en ook met het oog op het zo goed mogelijk kunnen doorvragen van de materie. En vandaar dat eigenlijk nu de lijn is gekozen om juist alle informatie met betrekking tot het sociaal domein zo snel mogelijk en wellicht zelfs rechtstreeks ervoor te zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt in plaats van het eerst via het KCC te gaan beantwoorden. Waar je niet de diepgang kunt borgen die je al vrij snel wel nodig hebt binnen het sociaal domein. Dus tot nu toe is dat de lijn die we inzetten en daarom staat dat die uitzondering in. Want als je meteen op de juiste plek terechtkomt, is daar natuurlijk die statusinformatie ook bekend. Dan hoef je dat niet te ontsluiten via allerlei systemen helemaal aan de voorkant. Dus dat is tot nu toe de lijn en dat verklaart die uitzonderingspositie.
Ja, die berichten over niet kunnen terugkomen op brieven of überhaupt geen reactie krijgen, dat is natuurlijk een hele vervelende situatie. Want helaas krijg ik zelf ook die nog wel eens, die situaties. Want het afhandelen van klachten, dat behoort tot mijn verantwoordelijkheid. Dus als er klachten worden ingediend. En helaas komen deze er ook nog wel eens binnen. Ik constateer het ook. Vandaar dat we juist vanuit dienstverlening daar ook meer grip op proberen te krijgen. Om meer die regie op klantcontacten al bij het servicecentrum aan de voorkant ook te beleggen. Door een systeem als een zaaksysteem ook aan te schaffen waarbij nog meer in zicht is van welke processen zijn er allemaal, wat komt er allemaal binnen en ook vooral niks vergeten. Want als je het niet in het systeem hebt en die brief komt belandt ergens op een bureau, ja, dan is het wat lastiger om die brief in alle gevallen ook weer te vinden op het juiste moment dat je die moet gaan beantwoorden. En we hopen dat systeem als een zaaksysteem, een KCS, dat die systeem ons staat stellen om nog minder van dat soort situaties te krijgen waarbij telefoontjes, brieven niet worden beantwoord. Maar dat is een continu proces. Ik kan mij voorstellen als het aantal kanalen vrij groot is, dat het ook des te lastiger is om overal te traceren dat inderdaad alles wat binnenkomt ook inderdaad wordt afgehaald. Ja, de uitdaging wordt daardoor niet groot. En dan proberen we ook juist het koppelen van systemen als een klantcontactsysteem, wat echt de voorkant gebruikt wordt. Het KCC gebruikt dat nu. Waarbij die al die informatie ook beschikbaar bereikbaar is om zoveel mogelijk zicht erop te krijgen van wat speelt er nu allemaal. Maar dat is wel de uitdaging. Er komt alleen maar meer informatie op de gemeente af en die verwerken we ook alleen nog maar meer informatie en dat neemt eigenlijk alleen nog maar toe. Dus de uitdaging wordt zeker niet kleiner. Zijn die vragen niet meer voldoende beantwoord, meneer Kort? Of was er nog iets blijven liggen? Kijk nog even naar de portefeuillehouder. Nou, ik denk de opmerking die de heer Kort gemaakt over of elke soort oproep, doe niet meer digitaal dan strikt noodzakelijk is. Misschien toch wel goed om er even op te wijzen dat natuurlijk heel veel zaken in toenemende mate ook elders in dit land en in de wereld digitaal gedaan worden. En daar wordt ook de uitkering naar de gemeente aan het gemeentefonds op gebaseerd. Dus je kunt best het streven hebben om zoveel mogelijk mensen in staat te blijven stellen, persoonlijk contact te hebben met de gemeente en de stad uit binnen te komen. En ik vind persoonlijk ook dat je dat moet doen voor die mensen die niet zo vaardig zijn of op een andere manier niet gemakkelijk digitaal hun vraag kunnen stellen of hun wens kunnen uiten. Maar daar waar het digitaal kan en mensen daar ook van gebruik willen maken, moet je ze daar wel in faciliteren, denk ik. Omdat je anders de eigen organisatie nodeloos ingewikkeld en duur gaat maken. Nee, ik besef dat en ik ken ook voorbeelden van gemeentes die uit veel kernen bestaan. Dus een grote gemeente qua oppervlakte. Die ook heel veel profijt hebben van digitale dingen. Want dat helpt een hoop. Ja. Omdat mensen niet een hele tijd naar een gemeentehuis hoeven. Alleen de punt is dat wij hier in Hattem een iets andere situatie hebben. En dat mensen toch wel vrij dicht hier op het centrum zitten. Vandaar ook mijn oproep en afweging. Nou. Dat is uw oproep en afweging. Gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid. U heeft geen vragen. Liggen we mooi op schema. We hebben nog 1 minuut. Meneer Kremer krijgt de gelegenheid. Is er nog ruimte voor inwoners om mee te vragen? Daar heeft u gelijk aan. Ik ga eerst nog even naar de heer Kremer. En dan ga ik even ophalen of er nog iets is op de tribune. Ja, voorzitter, ik wil toch nog even terugkomen op de aantallen bezoekers. Ik denk toch dat het van groot belang is als er iemand ingeschakeld wordt om nieuwe ontwerpen te maken, dat je toch wel enig idee moet hebben van om hoeveel bezoekers het gaat. Want anders dan denk ik toch dat dat een beetje erg vaag wordt. En ik wil graag nog even de woorden van de ChristenUnie en D66 onderstrepen, dat ook het CDA voor een doelmatige en sobere inrichting kiest. Dank u. Dank u wel, meneer Kremer. Mag ik nog één antwoord geven? We zijn op dit moment met de architecten in overleg om juist te kijken hoeveel baliecontacten er zijn via de verschillende vakgroepen. Dus bij het sociaal domein en bij bouwen en ook bij burgerzaken. Dus dat zijn we nu wel aan het onderzoeken om ze op tafel te krijgen. Ja. Kijk nog even naar de tribune of daar nog prangende vragen zijn die gesteld zouden moeten worden. Als inwoner en niet als commissielid. Ga u gang. Inwoner. Ja, u mag even aanschuiven. Dank u wel, meneer de voorzitter. Zo gaat het altijd. Ik had een paar dingen opgeschreven ondertussen. En
In mijn beleving, dienstverlening begint bij de mens zelf. Niet alleen bij degene, de inwoner die naar het stadhuis komt, maar ook vanuit het stadhuis naar de inwoner. En dat zou ik ook als aanbeveling meegeven. Het eerste plaatje met die drie lagen erin, die spraken mij al behoorlijk aan. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als vrijwilliger, ik kom hier regelmatig binnen als vanuit bepaalde organisaties, als vrijwilliger, dan is de één-op-één relatie altijd helemaal prima. Je wordt altijd ontvangen als je een goede vraag hebt of wat je uitgenodigd, dan kunnen we er even individueel over praten. Dus daar van deze kant uit mijn complimenten. Gastvrijheid is ook een belangrijk gegeven en ik heb het al herhaalde malen aangekaart, zowel intern als bij het personeel zelf. Gastvrijheid begint ook aan de telefoon en ik probeer al 8 of 10 jaar mijn stem te geven aan een prachtig koor die hier had, maar ik word nooit een Pavarotti en mijn stem zal ook nooit geschikt zijn om aan telefoon beantwoording te doen. Dus ik zou heel erg graag op misschien wel de korte termijn, de mevrouw die het uitspreekt, ken ik, zie ik ook als telefoniste zitten, maar de stem komt niet over. En dat heb ik al zo vaak gezegd, ga er wat aan doen, zet er een andere stem neer en maak er niet een heel verhaal achter dat ze alles van de website kunnen halen. Want dat kan ook in twee zinnen. En ook dat het opgenomen wordt voor trainingsdoeleinden en niet als een zakelijke mededeling. Dat is iets wat ik ook nog even kwijt wil. Ik zag in de enquête dat 99 mensen hadden gereageerd. Hattem telt 12.000 inwoners. Is dat wel representatief dan? Nee, nou ja. Dank u wel. Ik geef het even mee. Dat waren uw opmerkingen. De vraag van Harry kan ik af en mee kremen, kan ik het goed begrijpen. Naar internet en ouderen heb ik dan. Ja. Mijn laatste opmerking is eigenlijk, en niemand heeft vandaag gevraagd, over 2 jaar is het hier een beetje veranderd. Moet dat zo lang duren? We zijn ook al een jaar geleden wat het bedrag in de begroting opgenomen, zoals ik weet. We zijn al een jaar bezig en moet het dan nog 2 jaar duren? Want de toegankelijkheid, Erik of meneer Kort had het al over de vissenkom, bevordert de entree en de gastvrijheid niet. Dat wil ik even meegeven. Dank u wel. Kijken we nog aanleiding voor een reactie van achter de tafel hier, rechts van mij. Die 99, ja, u triggert mij toch even inderdaad. De 99 waren het aantal mensen wat had gereageerd op een open vraag. Aantal afgenomen enquêtes, ook niet heel erg hoog, zit rond de 160. En voor waar staat je gemeente, dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat waren er iets meer die iets hebben ingevuld rondom dienstverlening. Maar dat moet ik uitzoeken, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Mag ik nog één nabrander doen? Sorry hoor, maar die vergat ik even. Vanuit de dienstverlening van intern naar buiten toe, volgende week zaterdag hebben we weer chocoladefestival. Dat is al een jaar bekend. Wat schetst mijn verbazing? Het hele weekend is de kruising op de Gelderse Dijk dicht en de Zuiderzee uit de Zuiderzeestraat weg. Mensen kunnen alleen via de A50 en de A28 Hattem bereiken, waar 20.000 mensen op afkomen. Dat is ook denken van binnenuit naar buiten toe. Als voorbeeld. Dit is gaat over een verkeerskundige maatregel, dus die wou ik even anders allokeren. Je hebt het signaal. Ik wou het alleen even meegeven. Je hebt het al afgegeven, maar dat valt niet primair onder de dienst. Goed, ik denk dat we hiermee dit informatiedeel hebben besproken. Ik sluit voor dit deel de gezamenlijke vergadering. De commissie Sociale Zaken gaat naar boven en wij gaan met 5 minuten hier verder. Zes, is dat ten aanzien van de juistheid wat u betreft akkoord? Dan naar aanleiding van het lijstje zijn er bij u nog vragen. Geen vragen dan hierbij vastgesteld. Dan zijn we aanbeland bij punt 07 en dat is het bezoek van de directeur van de ODNW, de heer Verhoeven. Hartelijk welkom bij ons in de commissie. Ik heb begrepen dat u ons even gaat meenemen naar de actualiteit van hoe het nu loopt en gaat bij de omgevingsdienst. Dus ik zou u daar graag het woord over willen geven. U kunt het knopje indrukken
En... Ik wil We gaan de presentatie eventjes opstarten, maar u kunt alvast wel beginnen. Dank u wel. Voordat de presentatie opgestart is, fijn dat ik hier mocht zijn. Ik ben er heel blij mee. Ik merk in de praktijk vaker dat gemeenschappelijke regelingen worden gezien als geldverslindende organisaties waarvan je een paar keer per jaar mee te maken krijgt als ze weer komen om nog meer geld te vragen. Mijn doelstelling is aan het eind van deze avond dat dat toch wel enigszins rechtgezet wordt. Vandaar dat ik vrij veel tijd wil ruimen voor vragen. Als er vragen zijn, tussendoor stel ze. Ik denk belangrijker is dat als u vragen heeft dat die tijd beantwoord zijn, dan dat ik mijn verhaal kwijt kan. Het verhaal lukt nog niet even. Heel even niet. Ik wil beginnen, ik zal even kort schetsen wat ik wil doen. Ik wil toch even de geschiedenis ingaan. Van waar komen die omgevingsdiensten eigenlijk vandaan? Want dat is op een gegeven moment ontstaan. Wat is daar de ontstaansgeschiedenis van? Ik wil even inzoomen op de Gelderse situatie. We hebben hier in Gelderland ten opzichte van de rest van Nederland toch wel een heel apart stelsel ingericht. Ik wilde ingaan op de taken. Wat doen wij nu allemaal? Ook wat doen wij voor Hattem? Daarnaast wat cijfers en feiten. Van hoe ziet onze dagdagelijkse productie eruit? Wat doen wij allemaal daarvoor? Als voorlaatste wil ik eigenlijk toch graag iets vertellen over onze organisatie. Gewoon om u mee te nemen van hoe zijn wij georganiseerd. Daarin wijken wij ook behoorlijk wat af van vele andere organisaties in Nederland. En daarna heb ik een aantal vragen van u gekregen die ik successief wil beantwoorden. En als er dan meer vragen zijn, dan sta ik met veel plezier tot uw beschikking. Kijk eens. Kijk, we hebben inmiddels beeld. Dat is gelukt. Dus dat betekent dat u met de geschiedenis kunt starten. Dit was de inleiding die ik net gedaan heb, dus die is er bijna mee klaar. De geschiedenis, zoals vele dingen, is de oorsprong van de omgeving gelegen in een aantal rampen. Dat is triest, maar waar, maar zo is wel gebeurd. We hebben de vuurwerkramp gehad, die nog velen van u kunnen herinneren. We hebben de brand gehad in de hemel in Volendam, cafébrand. En op dat moment is eigenlijk geconstateerd van hoe zit het nou eigenlijk met die hele vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Hoe is dat georganiseerd? Daar is de commissie Mans toen nog tijd voor opgericht. En de commissie Mans constateerde eigenlijk een aantal punten met drie hele belangrijke zaken. Dat was één, er was een grote versnippering van de kennis. Dus er moet echt gewoon een kwaliteitsimpuls komen aan de uitvoering van de vergunning, verlening, toezicht en handhaving. Ik ga die afkort als VTH, want anders duurt de presentatie veel langer als ik niet erg vind. De VTH-taak. Anderzijds was er was geen sprake van een level playing field, zoals dat heet, gelijk speelveld. Bedrijven in de ene gemeente of in de ene provincie kunnen op een heel andere manier benaderd worden dan in een andere gemeente of een andere provincie. En de afstemming tussen strafrecht en bestuursrecht was niet goed georganiseerd. De commissie Mans had daar een simpele oplossing voor, vonden ze zelf. Dat was namelijk het oprichten van regionale uitvoeringsdiensten. Nou, wij zijn later gehernoemd naar omgevingsdienst, want een belastingdienst, volksvereniging, is ook een regionale uitvoeringsdienst. En we wilden wel herkenbaar zijn in onze naam. Het enige wat niet veranderd is dat wij nog steeds een uitvoeringsdienst zijn. Wij zijn, zoals we dat noemen, een beleidsarm verlengstuk van lokaal bevoegd gezag. Dus wij zijn niet een beleidsontwikkelende afdeling. Dat zit nog gewoon in de gemeentes. Wat we wel merken trouwens, is uit de afgelopen jaren, wij zijn nu sinds 2013 operationeel en je bouwt wel heel veel kennis op. Dus je bent wel veel meer ook adviserend op het beleidsveld. Wij zien dingen in de praktijk gebeuren en geven aan de gemeente, het zou misschien verstandig kunnen zijn om op die punten een stuk beleid te ontwikkelen. Maar we zijn beleidsarm. Er is besloten in 2008 dat het een wettelijke verplichting was, deelnemen in de omgevingsdienst. Dat betekende, omdat vrijheid vertaald, wij zijn een moetje. Dat was voor veel gemeentes een lastige stap om te zetten, maar voor veel medewerkers ook. Want die moesten mee. Maar dat was de situatie toen. Na die wettelijke verplichting ontstond natuurlijk, zoals er wel vaker gebeurt, het politieke onderhandelingsspel, als ik het zo mag noemen. Ik hoop dat ik niemand tekort doe, maar het was op dat moment gewoon een kwestie van hoe krijgen we dit nu goed georganiseerd. Daarvoor zijn VNG, IPO en het Rijk om tafel gaan zitten. En toen is eigenlijk bepaald van dat de omgevingsdiensten die er zouden moeten komen, zouden gemeenschappelijke regelingen moeten zijn. Dus daarin zat geen keuze meer. Ze zouden moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Daar kom ik dadelijk op terug. En, het interprovinciale overleg zijn de koepel van de provincie, net als VNG, de koepel is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus een aantal zaken rondom hoe we georganiseerd zouden moeten worden, is daar eigenlijk met elkaar uit onderhandeld en afgesproken.
Maar de schaal van die omgevingsdiensten zou congruent moeten zijn of gelijk moeten zijn aan de veiligheidsregio's. Dat was een van de uitgangspunten. En dat zou betekenen, voor de situatie van u, dat u in een dienst terecht zou komen die alles bedient, wat ik altijd noem, van Harderwijk tot Winterswijk. De toenmalige bestuurders in 2009, zeg maar uw wethouders en burgemeesters waren erbij betrokken, die hebben gezegd, ja dat past ons niet. Want daarmee wordt die afstand tot die diensten zo ontzettend groot. En eigenlijk willen wij, wat de dienst ook willen, zo dicht mogelijk schouder aan schouder met elkaar optrekken. Want uiteindelijk zijn wij een uit huis geplaatste afdeling. En niet een of ander instituut wat ergens in, weet ik waar, geplaatst wordt. En toen is vanuit Gelderland de impuls gekomen om ons kleiner te organiseren. Namelijk op de schaal van de, wat toen er heette, de economische regio's. En daardoor hebben we in Gelderland nog 7 diensten gekregen. In plaats van de mogelijke 3. Dat is wel geaccepteerd door het Rijk, dus we konden gewoon beginnen. En uiteindelijk is er nog een 6e beraad geweest en dan ben ik door mijn historisch lijstje heen. En daarin zijn de laatste puntjes op de i gezet over wat zijn nou exact de taken die overgedragen moeten worden. Hoe zit het nou precies met die kwaliteitscriteria waar je aan moet voldoen. En daarmee hadden we ook een start. En uiteindelijk zijn we in 2013 op 1 april zijn we gestart met de dienst. Even waar we vandaan komen. Even dat verhaal over Gelderland. Ik heb hier een plaatje van de provincie die iedereen zal herkennen. Daarin zie je die 7 diensten terug. Dat is zeg maar rechtsom Noord-Veluwe, omgevingsdienst Noord-Veluwe, omgevingsdienst Veluwe-IJssel, omgevingsdienst Achterhoek, omgevingsdienst regio Arnhem, ga naar het zuiden, omgevingsdienst regio Nijmegen, omgevingsdienst Rivierland en de Vallei, die 7. Omdat er zoveel van die diensten ontstonden, zijn we ook relatief klein. Ik kom er eigenlijk terug, maar de omgevingsdienst Noord-Veluwe die bestaat op dit moment uit 60 mensen. Dat is alles, dat is de hele dienst. De omgevingsdienst bijvoorbeeld Noordzeekanaalgebied, om een andere te noemen, dat zijn er 650. Dat is 10 keer zo groot. Dat heeft als nadeel, het voordeel heb ik al genoemd, hè, dat we dichtbij georganiseerd zijn. De lijnen zijn bijzonder kort. Nadeel is dat je bepaalde taken misschien niet op het kwaliteitsniveau kunt uitvoeren, wat eigenlijk wel de bedoeling was, want dat was een kwaliteitsimpuls. Toen is besloten om een aantal taken die een dienst voor zichzelf niet op het juiste kwaliteitsniveau uit kon voeren, om die te beleggen bij een van de 7 diensten die die voor de andere zou uitvoeren. En dan krijg je eigenlijk dit overzicht. Daar zie je terug de taken die de ene dienst ook voor de andere uitvoert. Ik zal er kort even doorheen gaan. Dit kan namelijk vrij lang duren, dit hele verhaal, want we doen heel veel, dus ik zal het proberen kort te houden. Noord-Veluwe doet de coördinatie van de BOA's en de BSBM. Nou, de BOA's die kent u ongetwijfeld, zijn bijzondere opsporingsambtenaren. Ook de omgevingsdiensten hebben die in dienst, omdat we ook de koppeling met strafrecht moesten realiseren. En de BSBM. De BSBM staat voor bestuurlijke strafbeschikking milieu. En dat is eigenlijk een lik op stuk instrument, zou je het kunnen noemen, wat de directeur van de omgevingsdienst heeft om in te zetten. Bij simpele milieuovertredingen, zoals een bedrijf dat illegaal afval verbrandt, dan kan een BOA van de omgevingsdienst namens de directeur een boete opleggen. Nou, al die boetes die moeten allemaal richting het Centraal CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, verstuurd worden. Dat is een administratief een hele rompslomp. En daar hebben we van gezegd, dat kan ik al wat slimmer doen op één punt. Dus wij versturen die dingen om het proces efficiënt te houden. Onze buren, die doen portaal, kenniscentrum en communicatie. Zoals u ziet hebben wij linksboven een hartstikke mooi logo. Alle diensten in Gelderland hebben hetzelfde logo. Nou, dat doet bijvoorbeeld de communicatieafdeling. Maar wat die ook doen, is de portaalfunctie naar andere organisaties toe. En een belangrijke daarbij is het Openbaar Ministerie. Zoals ik al zei, kwam uit het onderzoek dat de afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht niet goed georganiseerd was. In Gelderland hebben we sinds de oprichting hebben we een regulier overleg met het Openbaar Ministerie, met de omgevingsdiensten, met het RIEK, met politie erbij, om te zorgen dat er dan niet de ene hand doet wat de andere hand niet wil, maar juist samen optreedt. Dat hebben we eigenlijk vanaf het begin georganiseerd. Er is een convenant voor ondertekend dat we met elkaar die informatie kunnen uitwisselen. En uiteindelijk is dat convenant gebruikt in de rest van Nederland om te zorgen dat die afstemming goed komt. PNO-coördinatie, dat komt omdat bij de afspraak van bij de oprichting is afgesproken dat we allemaal werken op basis van hetzelfde arbeidsvoorwaardenbeleid en dat we één interne arbeidsmarkt zijn. Dat is die taak. Dan krijg je handhaving complexe bedrijven. De bedrijven die overgedragen moesten worden vanuit de gemeente naar de omgevingsdienst, dat zijn de wat zwaardere
bedrijven in de milieurisico's. En uiteindelijk moet je aan kwaliteitseisen kunnen voldoen om die te mogen uitvoeren. Mocht je daar als dienst niet aan voldoen, dan val je terug op de afspraak dat dan de omgevingsdienstregio Arnhem die voor je uitvoert. Nou, hoe zit dat bij de omgevingsdienst Noord-Veluwe? Je hebt in die hele zware complexe categorie heb je eigenlijk 4 sectoren waar je in kunt opereren. Dat is de categorie afval, dat is agrarisch, dat is procesindustrie, dus de maakindustrie, en dat is de categorie overig, waar alles in, waar de rest in valt. En wij op de Noord-Veluwe zijn niet robuust, zoals dat heet, op de procesindustrie. Dat komt omdat er in ons hele gebied, dus de hele Noord-Veluwe, maar 3 bedrijven zijn die eronder vallen. Dus daar kun je als dienst nooit voldoende ervaring en routine opbouwen om die taak op een goed kwalitatief niveau uit te voeren. Die doet dus de omgevingsdienstregio Arnhem voor ons. Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor de vergunningverlening van de complexe bedrijven. Dat geen enkele dienst in Gelderland kon voldoende uren maken om die kwaliteitsniveau te halen. Die zijn allemaal bij de regio Nijmegen terechtgekomen. En die doen toezicht op de zogenaamde BRZO-bedrijven. Dat is bijzonder risicozware ongevallen. Dat zijn zeg maar de grote opslagbedrijven van gastanks, dat soort zaken. In ons gebied hebben we die 2. Die zitten ook allebei in Putten trouwens, in dit geval, niet in Hattem. En dat is Benegas die naast het station hele grote gastanks heeft staan. Kun je je voorstellen dat als dat ontploft, dan heb je daar een ongelooflijk veiligheidsrisico. En daar heb je echt specialisten voor. De volgende is ketentoezicht. Een van de dingen die commissie Mans ook benoemde was, door die versnippering konden ook nooit complete ketens onderzocht worden. En wat is nou een keten? In de oude situatie voor de oprichting van de omgevingsdiensten, dan ging je naar een bedrijf toe om een controle te doen. Dan keek je bijvoorbeeld wat erin kwam en je keek wat eruit ging en wat er tussendoor gebeurde. Maar wat je nooit deed was dat je de hele keten tegen het licht hield. Dus je zag wel waar het vandaan kwam, maar niet waar dat product weer vandaan kwam. En juist bij fraude, wat in de milieu nogal wat gebeurt, omdat de omzet van... de omzet klinkt wat raar bij criminele activiteiten. De omvang van de criminele activiteiten van milieu ligt beduidend hoger dan drugscriminaliteit. Dus, en die zitten vaak in de ketens, omdat daar overgedragen wordt van de ene naar de ander. Nou, in Gelderland hebben we het zo georganiseerd dat één dienst dat soort onderzoeken voor ons allemaal doet. En de laatste coördinatiekwaliteit, zoals ik al zei, kwaliteitseisen zijn opgesteld. Die heet dan de kwaliteitscriteria 2.2 is dat intussen. En uw raad heeft, ik denk vorig jaar een keer, besloten dat de omgevingsdienst Noord-Veluwe, wij dus, moeten voldoen aan die kwaliteitscriteria. Daar rapporteren wij ook jaarlijks over, dat we daaraan voldoen. Nou, dat was een rondje rond het stelsel. Ik realiseer me dat een heel verhaal is. Als er nog vragen zijn, graag. Maar anders ga ik gewoon door. Oh. Ja, voorzitter, als dat mag. Die verdeling van die stelseltaken, wordt dat intern verrekend zeg maar, met elkaar? Of is dat, hoe vindt daar onderling financiële verrekening over plaats? Ja, die worden onderling verrekend. Er is een, want veel van die taken die worden niet gefinancierd op uurbasis, maar daar hebben we een verrekensleutel gemaakt over alle taken. Of zeg maar voor de meeste taken. En die verrekensleutel is de helft van de sleutel wordt bepaald door het aantal inwoners van het gebied, wat heel vaak een factor is. En het andere deel door de begroting van de verschillende diensten. Dat betekent dus dat een kleinere dienst betaalt minder dan een grote dienst. Ja, want mijn vraag is eigenlijk ook van, is dat een logische verevening? Hè? Omdat u geeft net aan, bijvoorbeeld in onze regio zitten eigenlijk maar 3 bedrijven waar ooit eens een keer iemand uit Arnhem misschien voor deze kant op moet. Ja. En ik kan me voorstellen van de coördinatie van BOA's, ja, dat speelt gewoon in elke regio. Daar moet je gewoon, dat is een continu proces wat maar blijft doorlopen. Dus ik weet niet of dat klopt hoor, mijn veronderstelling, maar ik kan me voorstellen dat veel meer tijd kost. Ja, dat klopt. Dat is een goede opmerking. Ik ben daarin niet compleet geweest, realiseer ik me. Want de handhaving van de complexe bedrijven plus vergunningverlening, dat is degene die gedifferentieerd op het aantal bedrijven wat die voor ons doen. En die andere taken die zitten inderdaad op basis van die verrekensleutel, omdat dat bijna allemaal processen zijn die permanent doorlopen. Ja, klopt. Ja. Oh, ja. Sorry. Ja. Jullie zijn beleidsarm. Als we het hebben over de nieuwe omgevingswet, doen jullie daar iets mee of wachten jullie bij de vergunningen die de verschillende gemeentes afgeven? Nee. Ik kom er later op terug, maar maak me niet zoveel uit in de volgende ronde van vragen beantwoorden. Nee, dat is...
Wat wij met betrekking tot de omgevingswet hebben, is dat bijna alle ontwikkelingen, nee, het is niet waar. Doe mezelf tekort. Alle gemeenten die op dit moment bezig zijn met het werk aan de omgevingswet, daar zitten wij aan tafel. Niet zozeer omdat wij per se beleid mee willen maken, maar wij hebben in de loop der jaren zoveel kennis opgebouwd over wat er zich afspeelt in die fysieke leefomgeving, dat dat natuurlijk een hartstikke mooi middel kan zijn om op basis daarvan je beleid te gaan formuleren. Dus wij formuleren geen beleid mee, maar we doen wel adviezen en denken mee. Jullie helpen de gemeentes? Ja. Brengen de gemeentes dan inderdaad die kosten bij jullie in rekening? Ja. Ik kom daar nog wel op terug. Dus het zijn inkomsten? Ja, ik kom nu terug bij bestemmingsreserves. Okay. Dat is nog een ander punt. Ik stel voor dat u eerst de presentatie afmaakt en dat we daarna de vragen doen. Ja. Anders lopen we toch wel aardig uit in de tijd. Oké, goed. Dan ga ik eens vertellen. De takenpakket, hoe zit dat in elkaar? Wat ik al zei, wettelijk is verplicht om een basis takenpakket in te brengen. En dat zijn eigenlijk alle milieubelastende activiteiten van bedrijven, maar ook bodemvervuilende bedrijven, die wat ingewikkelder zijn dan de doorsnee bedrijven eigenlijk. Dat is het basis takenpakket. Als je dan al die milieuinrichting gehad hebt, heb je nog een klein portie over aan kleinere bedrijven die milieubelastende activiteiten hebben. Dat is pakket 2, die zou je ook kunnen inbrengen. En als derde, alle adviestaken rondom milieu. En als je ziet in ons gebied, wat doen wij nou voor wie? Voor de gemeente Hattem en Heerde doen we een basistakenpakket, conform de afspraak zoals die ook wettelijk vastgelegd is. Voor het middendeel, Oldenbroek, Dunspeet en Elburg, doen we zowel het basistakenpakket als alle milieurichtingen. Dus die hebben geen enkele milieurichting meer zelf, die doen wij allemaal. En de zuidelijke kant van het gebied, dus die doen we, de drie activiteiten bij elkaar. En wat wij wel afgesproken hebben bij de start van de omgevingsdienst, is dat de taakuitvoering uniform is voor het hele gebied. Dus het maakt voor ons niet uit of wij toezicht doen in Hattem of in Putten. Dat heeft ook te maken met dat gewenste level playing field waar de commissie Mans het over had. Je wil eigenlijk gewoon zorgen dat een bedrijf overal op dezelfde manier behandeld is. Dus of het nou 1, 2 of 3 is, wij werken overal op dezelfde manier. Ik ga versnellen. Nog wat feiten en cijfers. Om er enigszins inzicht te geven. De eerste kolom, dat zijn de cijfers voor de gemeente Hattem. En de tussenhaakjes kolom is het totaal van de omgevingsdienst. ik heb daar wel steeds twee getallen staan, omdat wat je ziet door de jaren heen, is dat er nog wel fluctuatie zit. Bedrijven komen, bedrijven gaan. Ook het aantal controles per jaar kan verschillen. Excuus, even een slokje. Want als je kijkt bij de milieucontroles, hoe doen wij die eigenlijk? Want dat is denk ik ook wel een goed punt. Wij maken een risicoanalyse van de bedrijven die we hebben. Dat doen we voor het hele gebied. Op basis van 4 risicofactoren bepalen van in hoeverre is zo'n bedrijf een bedreiging voor het milieu. Op het moment dat die hoog scoren, gaan we daar misschien wel 2 keer per jaar naartoe. Op het moment dat die laag scoort, komen we er amper. Dus ook afhankelijk van welke bedrijven op dit moment binnen Hattem aanwezig zijn en ook van wat de laatste waardering is naar van de risico's, kom je daar vaker of minder vaak. Dat bepaalt eigenlijk het aantal controles. We hebben ongeveer 15 tot 20 meldingen, dus kunnen meldingen, activiteitenbesluit zijn of vergunningen die we per jaar afwerken voor de gemeente Hattem. En 30 tot 35 klachten. In totaliteit zijn er met name geur en geluid en in Hattem scoort geluid redelijk hoog. Vooral door 1 bedrijf zelfs. Waarschijnlijk bekend, ga ik vanuit. Per jaar voor de gemeente Hattem doen we 40 tot 45 sloopmeldingen, in totaal 1100. We hadden verwacht 1400, maar we hebben een sterke daling gezien. En daar kom ik dadelijk op terug. Dat ligt natuurlijk aan het niet doorgaan van het asbestzakenverbod. En die derde pakketten, dat zijn de adviesuren. In totaal draaien we daar gemiddeld 11.000 uur aan advies. Maar niet voor de gemeente Hattem, want dat is niet een ingebrachte taak in het pakket. We hebben een begroting van 4,3 miljoen, waarvan een deel van Hattem 135.000 euro is. Toen ik dat getal zag, dacht ik van, dat is een raar getal. In eerste instantie, omdat ik kan me nog herinneren toen wij begonnen. Ik ben kwartiermaker geweest, dus ik mocht ook aan het begin van deze dienst staan. Dat Hattem zat op 65.000 euro. Toen ik dat zag, dacht ik, dat verhaal over die geldverslindende moloch zal dus toch wel kloppen. Ja. Toen ik goed nadacht, klopte dat verhaal gelukkig niet. Iets van mijn perspectief, of tenminste, dat hoor ik dan wel even. We begonnen inderdaad met 65.000 euro, maar daarna hebben we een operatie gehad, die heette de VVGB-bedrijven. Dat waren bedrijven die waren bevoegd gezag provincie en die werden overgedragen naar de gemeentes.
En die gelden dus ook voor Hattem. En dat waren, dat ging in totaal over een bedrag van 30.000 euro. Wat dus overging van het gemeentefonds naar het, van het provinciefonds naar het gemeentefonds naar ons. Dus in principe is daarmee de begroting wel gestegen. Maar heeft de gemeente Hattem niet meer gekost, want dat geld kwam via het gemeentefonds. Nog sterker, ik heb altijd opdracht gekregen van mijn bestuur om niet het geld uit het gemeentefonds op te komen halen, maar te vertellen wat de taken waren en hoeveel geld ik daarvoor nodig dacht te hebben. Dat hebben wij ook gedaan voor die VVGB-bedrijven. En uiteindelijk, wat ik al zei, ze kwamen op 30.000 euro uit. De storting vanuit het gemeentefonds was op jaarbasis 39.000 euro. Dus die 9.000 euro in het gemeentefonds hebben wij nooit als omgevingsdienst aanspraak aangemaakt. Dus die is achtergebleven. Dus dat geld verslindert, valt hopelijk nog wel mee. Een ander groot deel kwam door de toezichtsloop en asbest en de boortaak. Die was in eerste instantie niet overgedragen, die was later overgedragen. Maar hoe kom je dan van 65 plus 30 is 35 en die is 135? Ja, ik was nog niet helemaal klaar, want we hebben dus die 30.000, daar zit ik al op 95.000, er komen nu 30 tekort. We hebben 20.000 aan kosten voor toezichtsloop en asbest en de boa. Dan blijft er nog iets van een 10.000 over en dat is indexatie. Wij gebruiken dezelfde index die ook in het gemeentefonds zit. Dus die daarmee indexeren we, want de kosten, onze salarissen worden duurder en dan heb je meer sluitend. Dus we hebben nooit een autonome stijging gehad, anders dan extra taken of de index. En wat ik al zei, we hebben in totaal 45 eigen medewerkers, 60 inhuur. Ik ga versnellen. Ik zal heel kort even doen over iets over onze eigen organisatie. We zijn een wat anders georganiseerd dan veel andere organisaties. We hebben geen harkje. Wat je heel vaak ziet bij omgevingsdiensten, dat je hebt de afdeling vergunningverlening, je hebt de afdeling toezicht, je hebt de afdeling handhaving en je hebt de afdeling advies. Waar wij al vrij snel tegenaan liepen was dat als je een probleem opgelost wilde hebben en je vroeg dat bijvoorbeeld aan de afdeling handhaving, dan wist je eigenlijk zeker dat er een handhavingszaak uit voortkwam. Maar of dat nou de beste oplossing was, dat is toen maar de vraag. Toen hebben we gezegd, nee, zo moeten we ons niet organiseren. We moeten zorgen dat alle specialisten gewoon bij elkaar zitten. Die hebben we gewoon in één grote groep gezet. En afhankelijk van de opdracht gaan we kijken wie dat beste kan doen. Daardoor zijn we georganiseerd eigenlijk op drie hoofdgebieden. Dat is het relatiebeheer, die onderhoudt de relatie met de gemeente. Maar wat die ook bijvoorbeeld doet, is klanttevredenheidsonderzoek. Iedere toezichtsactie die wij doen bij een bedrijf, die krijgen meteen een navraag van hoe is het bevallen. Nou, die krijgen we ook altijd teruggekoppeld. Dus dat zit bij relatiebeheer. De resource manager die is verantwoordelijk voor de mensen, het gebouw en dat soort zaken. En de programmamanager die zorgt eigenlijk dat de afspraken die de relatiemanager maakt met de gemeente, dat we die ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Laat ik dit maar overslaan qua tijd. Wij werken opdrachtgestuurd, maar dat doen we wel meer organisaties tegenwoordig. We hebben daar een eigen systematiek voor. Wat zijn onze speerpunten? Om gewoon even mee te nemen waar wij nou echt ons op richten de komende tijd. Dat is op het verder uitbouwen van het opdrachtgestuurd werk. Dus wij werken op basis van een opdracht. Daarbij zoeken we de juiste mensen en niet per definitie binnen het team. En we zijn aan het samenwerken. Nee, we hebben intern hebben we niet zelfsturende teams, want daar geloof ik persoonlijk niet in, maar wel samensturing. Dus samen met de drie mensen uit het coördinatieteam plus de teams werken in hoge mate autonoom de taken die we moeten verrichten werken ze uit. En wat je ook ziet is dat de toezichtsprogramma's zoals we die altijd maakten in het verleden, die waren gebaseerd op de frequentie waarmee je bedrijven bezocht. Sommige bedrijven bezocht je drie keer, één keer in de 3 jaar, andere één keer in de 6 jaar, één keer in de 7 jaar. Dat hadden wij al losgelaten doordat wij risicogericht gingen werken. Dus dat bepaalde het risico voor het milieu, bepaalde hoe vaak we er kwamen. Maar wat je eigenlijk ziet is dat dat eigenlijk wel een heel beperkt instrumentarium is. Want het enige instrument wat je kunt inzetten is een controle. Terwijl het vaak blijkt dat je een bedrijf veel makkelijker de goede kant op kunt laten gaan door een goed gesprek of een goede brief. En wat je ook ziet is dat dat heel erg in de branche afhankelijk is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar tankstations, die hebben allemaal dezelfde problematieken. Bepaalde certificaten zijn nooit op orde en de slangen zijn regelmatig te lang. Als je dat weet, hoef je niet altijd naar die bedrijven toe. Dus we benaderen die bedrijven nu veel meer vanuit de communicatie van luister, dit en dit zijn de punten. Zorg dat je die op orde hebt. Want als wij komen, dan willen we die meteen op orde zien. En niet geen verhaal bijspreken van, ja, dat wisten wij niet. Dus we doen nu bij tankstations, communiceren van tevoren wat de eisen zijn waarop controleren. En dan gaan we geen volledige controle meer doen, maar dan doen we wat we noemen flitscontrole. Dus dan rij je gewoon op één dag een aantal tankstations aan. Dan zeg je van, ja, waar zijn die certificaten?
En hoe zit het met de afmeting van de slang? Nou, daarmee kun je veel efficiënter, effectiever werken. En je neemt die bedrijven ook serieus. Want een aantal andere zaken die ze bijna allemaal op orde hebben, daar ga je niet iedere keer over zeuren. Nou, dat willen we dus veel meer doen om zo te zorgen eigenlijk dat de middelen die we hebben om zeg maar, het naleefgedrag van het bedrijf te volgen, dat we die ook veel efficiënter gaan inzetten dan alleen maar iedere keer al die controles draaien. En we werken veel meer in een gebiedsgerichte aanpak, wat weer heel sterk aansluit bij de Omgevingswet. Zodat we niet meer kijken naar een bedrijf X en een bedrijf Y, maar meer wat zit er dan in een cluster aan bedrijven binnen een gebied en hoe kun je die op een induidige manier benaderen. En uiteraard de Omgevingswet. Om die vraag toch nog te beantwoorden, als dat mag. Wij hebben een eigen budget voor de Omgevingswet, maar dat gaat met name om onszelf voor te bereiden op de Omgevingswet. Want wij moeten ook behoorlijk wat omscholen. Als wij meedenken of meewerken met andere gemeentes, dan wordt dat gewoon gefactureerd. Dan zijn dat extra inkomsten. Dat was dan. Ja? Oké. De vragen, die had ik nog beloofd. En dan, dit is mijn laatste dia, dus als er nog vragen zijn. Ik weet niet, loop ik uit de tijd? Ongetwijfeld. Daar was ik er bang voor. Reservevorming. Dat is een punt dat kwam regelmatig terug. Niet alleen hier, moet ik eerlijk zeggen. Het was echt niet zo dat het heel erg speelde. Alleen speelde in de gemeente Altus, speelde op meer plekken. Wij hebben geen algemene reserves. Dat staat ook in onze gemeenschappelijke regeling. Hebben we ook nooit gehad. Zullen we ook nooit krijgen. Iets vol als de mij ligt. Want ik zit daar helemaal niet op te wachten. Ik heb liever dat we gewoon met elkaar transparant zijn aan het geld wat erin gaat en wat eruit komt. Als wij aan het eind van het jaar over hebben, komt het altijd terug. Als wij aan het eind van het jaar tekort komen, helaas, dan staan wij ook met de handen open. Dat is even niet anders. Maar misschien ter geruststelling, in die 6 jaar dat wij nu bestaan, is dat 1 keer voorgekomen. En die had ik al in januari verteld dat het eind van het jaar zou gebeuren, omdat het door een wetswijziging kwam. Dus in die zin zijn we daar helemaal open. Nu hebben we wel de situatie soms dat een project door de jaargrens heen loopt. Dan heb je een budget voor een project gekregen, maar dat gaat de jaargrens over. Wat wij daarbij deden was dat wij zetten wij gewoon de balans. Daarmee hadden we het potje staan. En het jaar daarna gingen we daar vrolijk mee verder en maakten dat geld op voor dat project wat het was. Dat mocht helaas niet van de accountant. De accountant in ons geval zei van ja, maar wacht even, dit zijn de reserves. Daar moet je reservebeleid voor gaan formuleren en dan moet je gewoon bestemmingsreserves voor inrichten. Nou, onder het dringende advies van onze accountant, laat ik zo zeggen, hebben wij die regeling opgesteld met betrekking tot bestemmingsreserves. Maar wat wel afgesproken is, dat staat ook in onze nota bestemmingsreserves, of reserves, vorming en bestemmingsreserves. Die worden alleen maar ingericht voor een specifiek doel, met een hoogte, met een doorlooptijd. Daarom toch te zorgen dat het toezicht op die reserves wel duidelijk uitgevoerd kan worden. Hoe zit het nou dit jaar? Het was het eerste keer dat wij hiermee gingen werken. Begin van het jaar hadden wij 4 bestemmingsreserves opgebouwd. En het eind van het jaar hebben we er nog eentje over. Dat is de Omgevingswet. Nou, dat vind ik jammer. Omdat namelijk, als de Omgevingswet niet uitgesteld was, hadden we dat ook niet gedaan. Omdat in onze begroting zat voor het vorig jaar en dit jaar gewoon een deel in om ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Ik vind dat namelijk zelf wel de meest nette variant. Door als je geld nodig hebt om dat in de begroting op te nemen, zodat het transparant is. Nou, die werd uitgesteld, die Omgevingswet. Plus het feit dat we over het afgelopen jaar een voordeel hadden. Ja, en toen leek het gewoon verstandig om dat geld daarvoor aan te wenden. Dan daarna alsnog met een begrotingswijziging dat geld op te gaan halen. Dus dat is het enige die overblijft. Alle anderen worden opgegeven. Waaronder de bestemmingsreserve voor sloop en asbest. Dat was er eentje van 80.000 euro. Die was gevormd omdat we weten dat er 19.000 asbestdaken zijn in ons gebied. En we weten dat die ooit eens een keer gecontroleerd moeten worden. Want er worden sloopmeldingen voor gedaan. Toen was het idee, als er toch geld over is, begin gewoon alvast te zorgen dat je wat geld hebt om dat te kunnen doen. Nou, het bestuur heeft besloten, door de onzekerheid die ontstaan is, doordat het Eerste Kamer dat besluit genomen, zeg maar, als bestaken bijvoorbeeld, niet heeft laten ingaan, om dat bedrag gewoon te laten vrijvallen in die jaarrekening. Dus die reservepositie die gemaakt is, die komt gewoon aan het eind van het jaar vrij. En wat het bestuur ook gedaan heeft, wij hadden in onze begroting, hadden we geld gereserveerd voor die asbestdaken. In totaliteit voor ons hele gebied 1,6 miljoen. Over een aantal jaren uiteraard zat dat verspreid erin. En daar heeft het bestuur van gezegd, ja, je kunt dat wel gaan opbouwen in je begroting. Maar van de andere kant, als het zo onduidelijk is, dan komt de begrotingswijziging aan dat dat geld er gewoon uitgehaald wordt. Om transparant te blijven in waar onze gelden naartoe gaan.
Persoonlijk vind ik dat een heel verstandig besluit. Ik heb wel even het bestuur meegegeven vanuit mijn positie. Ik denk dat het verstandig is om te doen, want dan ben je transparant in waar je geld blijft. Van de andere kant realiseer wel, die daken zijn er. Dus eens, als er misschien een versnelling gaat komen, maar dat kan in 2028 of verder zijn, zullen wij die toezicht moeten doen op die daken. Dus ik heb dan de hoop, dat de transparantie die wij hebben naar de gemeente toe, dat wij die ook terugkrijgen als wij tegen die tijd toch aankomen van sorry, de daken worden toch gesloopt en er zal toezicht op gedaan moeten worden. Nou, dat is de manier zoals wij graag, of zoals ik persoonlijk ook graag met de reservevorming wil gaan, maar wat het bestuur eigenlijk ook zegt van ja, zo moet je dat doen. Dat is van de reservevorming. Voldoende, dan neem ik even een slokje. Ik had ook een vraag gekregen, hoe zit het nou met die energiebesparing bij bedrijven? In het activiteitenbesluit, dat is een van de wetten waar wij mee te maken hebben vanuit de fysieke leefomgeving, staat sinds begin jaren 90, dat een bedrijf dat meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kub gas gebruikt, dat die verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Het staat er al heel lang in, maar er is nooit naar gekeken, in alle eerlijkheid. Bij onze oprichting, toen onze kentallen berekend werden voor hoeveel tijd bijna kwijt aan controle, is dat bijvoorbeeld ook nooit meegenomen. Want dat deed men niet. Wat je wel de laatste tijd ziet natuurlijk, is dat mede door de hele energieakkoord en duurzaamheidsgedachte, dat dat steeds nadrukkelijker wel gevraagd wordt aan ons. De provincie constateerde dat ook en die heeft toen een cofinancieringsproject opgezet, waarbij ze ervan uitgingen, als je maar de 20% van de bedrijven doet, dat andere 80% wel bijna vanuit zichzelf die energiebesparingsmaatregelen zouden treffen. Er is dus ook een cofinancieringstraject opgezet, waar ook de gemeente Hattem mee meedraait, dat de helft van de kosten daarvan, van de toezichtsactiviteit die wij uitvoeren, die worden eruit gefinancierd. Dat was de situatie tot 1 juli van dit jaar. Op 1 juli van dit jaar is de wet aangepast en er is een verplichte, er is een zogenaamde meldingsplicht ontstaan. Dat betekent, dat wordt ook wel eens genoemd de omgekeerde bewijslast, dat betekent dat een bedrijf dat meer dan die twee cijfers haalt, moet zich melden bij het RVO, is dat dan, het Rijksinstituut voor Ondernemen in Nederland, op een website dat ze een bedrijf zijn, dat ze meer dan 50.000 kub of 50.000 kWh of 25.000 kub gas benoemen. En ze moeten aangeven wat de maatregelen zijn die ze getroffen hebben. Wij kunnen die cijfers inzien en op basis van die cijfers kunnen we dan ons toezichtsprogramma uitvoeren. Klinkt goed, in de praktijk is het toch wat weerbarstig. Het verhaal was namelijk, en daar ging RVO vanuit, dat alle bedrijven, nou ja, zeker 80% zou zich wel gaan melden. En dan zouden wij met de voeten kunnen. Nou, in de praktijk ligt dat beduidend lager. Dus we hebben nu de situatie dat bedrijven moeten zich melden, die doen dan niet. En het, bijna het bizarre van het verhaal is, dat wij niet weten welke bedrijven dat zijn. Want hoe komt dat nou? Wij hebben geen inzicht in de verbruikscijfers van bedrijven. De enige manier dat wij die kunnen krijgen, is naar dat bedrijf toe gaan, of het bedrijf aanschrijven, met de vraag om die te leveren. Maar wij krijgen die cijfers niet van de energieleveranciers. Die worden afgedekt door de AVG, dus die mogen wij niet bij. Persoonlijk vind ik dat een bizarre situatie. Maar goed, sommige situaties, ik zeg wel, ze zitten niet in mijn cirkel van invloed, dus daar kan me ongelooflijk druk over gaan maken, maar dat kan ik niet beïnvloeden. Wat we wel gedaan hebben is in het Gelderse stelsel, is dat we een proefproces gestart hebben, zijn tegen Liander, om die gegevens te vorderen. Nou, die komt binnenkort bij de rechter, dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop gewoon dat die cijfers vrijkomen, want dat maakt het veel transparanter. Want nu, nou, ik zou op plaatje hebben, maar nu weten we namelijk eigenlijk nog steeds niet goed waar we naartoe moeten. Wat we wel gedaan hebben in Gelderland, want we werken heel veel samen, hebben ook een informatievoorziening voor ons allemaal. Daar hebben we een algoritme voor ontwikkeld, voor welke type bedrijven zouden waarschijnlijk boven die grens komen. En dan hebben we gekeken naar bijvoorbeeld oppervlakte huisvesting, dat kun je uit de BAG halen. We hebben gekeken naar het aantal personeelsleden, dat kun je uit de Kamer verkopen. Dus een aantal van dat soort factoren, en als je die bij elkaar optelt, zou je kunnen denken, nou, dat zou wel een bedrijf kunnen zijn die boven die grens zit. Nou, die gaan we gewoon aanschrijven. En dan merken we het wel wat er gebeurt. In het kader van de passen niet die gegevens krijgen op instigatie van de kabinet? Nou, pas vind ik het erg dynamisch gebeuren op dit moment.
Maar ik zal hem meenemen. Ik zal het ook nadenken, dat kan. Ja. De gemeenteraad in Hattem die had nog een zienswijze ingediend of het niet mogelijk was om voor asbestverwijderingsbedrijven daar een certificatie voor in te richten. Dat vind ik op zich een hartstikke goed plan. Je voelt er wel de maar aankomen. Wij kunnen bijna niet certificeren. En we hebben al maatregelen genomen waardoor we hetzelfde effect bereiken, behalve zonder certificering te doen. Dat is namelijk dat wij bij toezicht op sloop en asbest werken ook met een risicobenadering. En die risicobenadering bestaat uit een aantal factoren, onder andere ligging. Maar ook een hele belangrijke is, wie is de partij die de sloop gaat uitvoeren daar? We draaien sinds 2015 doen we deze taak ook al voor de gemeente. Dus we weten al redelijk goed welke bedrijven dat netjes doen en welke niet. Nou, die bedrijven die het netjes doen, dat doen we wel af de steekproef natuurlijk, want ze moeten het wel netjes blijven doen. Maar de meeste bezoeken we niet eens. Dan wordt gewoon de afwikkeling van een sloopmelding is gewoon een papieren afwikkeling geworden. En daarmee bereiken we volgens mij hetzelfde als de gedachte die hierachter zat, zorgt dat je kosten omlaag drukt door niet overal naartoe te gaan. Dus vandaar dat eigenlijk ook in het bestuur gezegd heeft, ja, hartstikke goed plan. Certificering is een heel ingewikkeld traject. En het effect wat bereikt, wat de doelstelling moet bereiken, dat hebben we hiermee bereikt. Dus vandaar. Ik kreeg nog een vraag over de ontwikkeling van een gebied wat het Veen heet. Ik kom niet uit onze regio, dus ik had geen idee waar dit over ging, moet ik eerlijk zeggen. Daar heb ik het ook maar bij gelaten. De vraag werd gesteld van of wij nog mening hadden over het feit dat je woningbouw en industrie met elkaar deelt. Dat soort vragen die kun je het beste indienen bij het college, want daar gaan wij eigenlijk niet over. En als het college vindt dat wij daarop moeten adviseren, dan doen wij dat met veel liefde. Maar in dit kader kan ik hier geen uitspraak over doen. Dank u wel voor de uitvoerige toelichting op het werk wat u doet. Ik kijk even naar de commissie en begin met de mensen van de Partij van de Arbeid, of die nog een paar verduidelijkingsvragen hebben. Dat is op sheet 6. Daar staat zeg maar drie verschillende takenpakketten. Sorry. Ja. En Hat en Heren die hebben daar alleen taakgebied 1. Ja. En ja, wat vindt u daarvan? Zeg maar omdat anderen wel 1, 2 en 3 doen. En andere 1, 2, heeft u daar een mening over, een advies over? Ja, nu ontkom ik er waarschijnlijk niet aan te zeggen dat ik daar geen mening over heb. Nee, ik heb daar een mening over. Ik vind het eigenlijk prima. Kijk, het punt is van, toentertijd is die keuze gemaakt, want daar zit een hele historie aan vast. Want toentertijd was er nog iets wat HWO heette, of wat mogelijk zou kunnen ontstaan. Ik weet niet of ik nu op tenen ga staan. Hè. Als dat zo is, vergeef me. Want ik bedoel, je wordt okay. Ja, zelfs die is mijn link, dus ik... het idee toen was dat die gemeenten zouden met elkaar gaan samenwerken, heel intensief. En dat zou betekenen dat ze die pakket 2 bedrijven, die zouden ze dan samen willen doen. En op zich vond ik dat een prima verhaal, want waar het met name om ging, die hele operatie, was niet dat die omgevingsdienst gevormd moest worden. Nee, dat de kwaliteit van de VTH-taken omhoog zou moeten. En wat was het probleem? Vaak waren die taken ernstig versnipperd. Dus als die nou gewoon met z'n drieën gedaan zouden zijn, zou dat natuurlijk prima zijn. Dat heb ik ook in de verschillende raden waar ik eerder geweest ben ook verteld. Als dat de keuze is, dat een prima keuze, ook een autonome keuze. Onderbroek heeft op een gegeven moment gekeken van ja, kennelijk gaat die samenwerking niet door. Die hebben feitelijk gewoon een berekening laten uitvoeren van ja, wat is dan verstandig. En die hebben toen de conclusie getrokken dat ze het prettiger vonden als wij dat gingen doen. Maar nogmaals, ik heb daar verder niet een mening over dat zou moeten of niet. Het kan, het werkt en... ik kom in net zoveel plezier naar Hattem, ook al doen jullie alleen maar pakket 1, dan in Harderwijk waar ze alle drie de pakketten doen. Dus vond je het niet spannend. Oké, dank u wel. Dank. Mooie presentatie. Dank. Dank u wel. Gaan we even naar de VVD? Nee. Ja, ik spring even eentje over. Ik doe vanavond even anders. U krijgt van mij het laatste woord en duurt de meeste vraag. Kan ik één vraag over de taakpakket, ja. Ook inderdaad over van wie bepaalt nou welke taken bij het ODV ligt en wie de taken doet, zeg maar, vanuit de gemeente, wie bepaalt die scheidingslijn? Ja. Dat is waar. Ja. Dat is omschreven wat hier ook staat in het basistakenpakket en die ligt ook vast in de wet. Dus is in weet ik niet precies welke, want ik ben geen jurist. Voor mij is dat gewoon de WABO, de wet.
algemene bepaling omgeving. Dankjewel. Met algemene bepaling omgevingsrecht. Daarin onderdeel van, daar ligt gewoon beschreven, gewoon letterlijk, welke taken dat zijn. Dus die zijn gewoon na te lezen. Ja. Dank u wel. Christine, nog vragen? Ja, niet heel veel hoor, want ons lijstje is netjes afgewerkt. De laatste vraag was trouwens niet van ons, maar dat maakt niet uit. De presentatie, kunnen wij die ook toegestuurd krijgen? Staat die wel in? Oké, die heb ik dan nog niet gezien. Een compliment is denk ik ook een keer op zijn plek. Jullie hebben 18 positief afgesloten, dus daar ben ik enthousiast over. Dat jullie zeg maar de reserves, dat bestuur anders besloten heeft, waarschijnlijk ook op basis van de moties, ben ik ook blij mee. Even kijken, het beeld inderdaad van die gemeenschappelijke regeling, ik denk dat het goed is dat u hier was. Dat er in ieder geval een stuk inzicht is gekomen van wat betalen we voor welke werkzaamheden. En dat heeft mij in ieder geval wel een genoeg inzicht gegeven. Blijft wel dat ik nog steeds scherp blijf. Ik vind het wel een risicogerichte aanpak. Ik vind het wel iets waar wij ook achter staan. Mede ook om zeg maar, de kosten zo laag mogelijk te houden. En eigenlijk dat doet wat je moet doen. Dus dat compliment wil ik eigenlijk meegeven. Dus mijn beeld is hier in ieder geval wel in verbeterd. Dankjewel. Dankjewel, meneer Kers. Meneer Van Duinen nog een vraag. Voorzitter, meneer Kers was hartstikke helder dat hij positief was. Ik sluit me bij hem aan. We hebben het verleden nog wat onduidelijkheden gehad. Ik heb alleen één onduidelijkheid, haalde u aan, en dat ging over de EED. Ja. Daar wordt inderdaad in de landen heel verschillend mee omgegaan. Een beetje schieten met hagel op bedrijven komt het wel over, van stuur maar een brief en bewijs me dat je onschuldig bent. Ik vind het een hele negatieve benadering. Kan het niet wat positiever? Ja, het positieve van dit verhaal zit eigenlijk meer in het verhaal na die brief. Als wij een bedrijf bezoeken die verplicht is om dat te melden, dan gaan we in eerste instantie erin als een adviseur. Dus het is niet zo dat wij meteen binnen gaan van je moet dit, je moet dat. Maar we hebben aardig wat kennis opgebouwd waar die energiebesparende maatregelen kunnen zijn. Dus we helpen ze of verwijzen ze naar instanties. Twee jaar geleden was er ook een bijeenkomst in van de Valk Hotel in Harderwijk. De voorzitter van het energieakkoord was daar. Nu misschien even naam. Die gaf de toelichting. Er waren ook een aantal bedrijven die inderdaad hun ervaringen verteld hebben met ons. En die waren eigenlijk erg positief. Doordat wij met name ingaan van bedrijven, want in onze missie zit ook wat stimuleren, die zat op de eerste pagina. Wij proberen mensen te stimuleren tot een betekenisvolle bijdrage. Dus wij kiezen altijd de stimuleringsvorm voordat we overgaan naar de repressieve vorm. En zeker bij bedrijven, bij dit soort type bedrijven, die moet je niet aan hun kop gaan zeuren met alle respect. Wat dit opgenomen? Dat zijn ondernemers die zijn veel meer gediend met ondernemen. Dus wat wij willen doen is we willen proberen naast die ondernemer te staan, maar wel hem zover te stimuleren dat hij die besparingsmaatregelen wel gaat treffen. Dat is eigenlijk onze insteek. Dus zo'n brief is niet een brief van u moet melden. Nee, wij denken dat u een taak heeft en wij komen graag langs om het erover te hebben. Op die manier proberen wij positief in te steken. En de meeste... Maar zegt u uw persoonlijke of als ODNV benaderingen niet een landelijke benadering? Want de RVO.nl, waar verwijs je naar, die is toch voor een aantal dingen helder. Sorry, de laatste vraag stond niet. Wat was het? De RVO.nl, als je nou kijkt, heb ik toevallig gedaan. Daar staat van, joh, die moeten ermee betrokken worden. Ja. Maar daar wordt niet over gesproken. We gaan naast elkaar staan. Dat is dus echt jullie kwaliteit. Dat is de vrijheid die... die zeg maar de gemeente hebben om dat proces in te richten. Want uiteindelijk is het bevoegd gezag voor die bedrijven, dat bent u. Dus op het moment als de gemeente zouden zeggen van ja, jullie zijn veel te aardig voor de wereld, ik ga er gewoon in mijn gestrekt been bij spreken. Ik weet niet of mijn mensen te ver zou kunnen krijgen om dat te doen, maar even los daarvan. Dan is dat de keuze die je maakt, bevoegd gezag. Ja, RVO is een landelijke krant, die hebben de loket ingericht en die hebben in al hun wijsheid besloten dat wat zij gedaan hebben het verstandigste was. Dank u wel. Meneer Gunst. Kijk. Voorzitter. Ja. Ik wil de heer Gunst het laatste woord wel geven, maar ik heb ook nog een tweetal vragen. U twee vragen. En hoeveel vragen heeft u, meneer Gunst? Meer. Meer dan 60. Komt u tot 66 of is het minder? Ik ga
laat ik eerst maar even beginnen. Ja, u krijgt het eerste woord in Dana die kwakkel. Dus als u het verhaal begint met wij zijn duur, maar na de uitleg dan zal het wel meevallen. En Dana zegt u van we zijn beleidsarm en het is een moedje. Dan begint u bij mij de alarmbel te rinkelen. Dan moet je voorzichtig zijn. Want het is een mooi verhaal. Uw jaarverslag zag er ook keurig uit, moet ik zeggen. Het is alweer een half jaar geleden dat ik het gelezen heb. En wat mij toen opviel, is dat de overheidskosten zo hoog waren. Ik meen dat het ongeveer een 22% was. En dat het nog de komende jaren zou groeien naar 25%. Ik vind dat een vrij hoog percentage. En toen was al mijn opmerking ook in de commissie van... Eigenlijk vind ik gewoon voor zo'n soort dienst is 10 à 12% meer dan genoeg. Dus, maar wacht maar even, de directeur komt uitleg geven en dan kan je uitgelegd krijgen dat het inderdaad gewoon meer moet zijn. Of dat hij inderdaad zeg maar, maatregelen gaat treffen dat in de richting van die 10%. Dan ga ik door met uw opsomming van eerst was het 95, komt 20 bij, dan komt er nog een keer 10 bij. En dan zijn de stijgingen van nog 9 à 10, dat is dus een stijging van 8-9%. Op zich is dat meer dan het landelijk indexcijfer. Over zes jaar, hè? Over 6 jaar. Ja. Maar dan laten we zeggen, als je naar die cijfers kijkt... Dan kom je op een lager percentage uit. Dan kom je op 1,5-2% op. Dan is dat goed, maar nog steeds ver. Dan blijft nog steeds aan. Dan kijk ik ook naar de wethouder van Financiën hier. Van, u zegt van dat zijn bijdragen die we oorspronkelijk in het gemeentefonds kregen. De vraag is van inderdaad, zijn die bedragen die u in rekening brengt... Worden die inderdaad voldoende gecompenseerd vanuit het gemeentefonds? Of moeten wij, laten we zeggen, meer betalen aan u, zeg maar, dan we van het gemeentefonds terugkrijgen? Ja, dat is voor mij een moeilijke vraag, omdat ik al zei, want wij, het bestuur heeft steeds tegen ons gezegd, of ons bestuur heeft steeds besloten, jullie moeten in kaart brengen van wat de activiteiten zijn en wat dat kost. Dus ik weet niet, wat ik wel weet, is dat de stijging van het gemeentefonds gelijk loopt met de stijging die wij hanteren. Dus daarmee zal er nooit een groter verschil ontstaan dan dat het was. Dus in die zin zit daar geen lucht in. Maar goed, dan nog eventjes het punt wat ik in het begin maakte van zeg maar de overheid. Ja. Dat vind ik een vrij hoog percentage. Dus ja. Gaat u dat omlaag brengen? Waarschijnlijk niet. En het verhaal daarvan is het volgende. Je moet een hele goede analyse maken om te kunnen achterhalen hoe die overheid opgebouwd is. Want ik weet dat er organisaties zijn die een veel lagere overheid hebben. Om maar eens een voorbeeld te noemen. We vallen onder de regels van de BBV. Hè, de besluitverantwoording is die laatste weer. Dat is er nog eentje tussen. Nee, bekend. Dank. Daarin staat bijvoorbeeld dat zoiets als bij ons een ICT-systeem. Wat bij heel veel organisaties niet in de overheid zit. Zit bij ons gewoon keihard in de overheid. En zo zitten er wel meer dingen in onze overheid. Wat wij wel gedaan hebben. En dan mag u weer, dan mag ik even mijn antwoord afmaken. Wat wij gedaan hebben, we hebben een vergelijking gemaakt, landelijk ook van de omgevingsdiensten. En ik weet wel dat we daar gewoon erg laag scoren ten opzichte van anderen. Dat zegt niks natuurlijk over het totale bedrag, maar dat geeft mij wel voldoende rust dat ik denk van ja, het is zoals het is. En ik kan er veel niet zo heel veel aan doen, omdat als je gewoon echt onze feitelijke kosten gaat kijken in de overheid, en die mag we uitsplitsen, die staan ook in de jaarrekening, dan zitten geen kosten in waar ik mij niet voor kan verantwoorden. Nee, maar ik blijf het een hoog percentage vinden. En nogmaals, ik vond het een heel mooi jaarverslag. Mm-hmm. Wellicht kan dat iets goedkoper. Als u dienstverlening doet, dan gaat u daarna monitoren of het goed geweest is. Wellicht kan het ook inderdaad misschien ietsje simpeler. Dus als je natuurlijk steeds gaat voor de hoogste kwaliteit, dat is een mooi standpunt. Maar als dat inderdaad na van dan veel meer geld kost en dat dien ten gevolge de overheid hoger wordt, dan zou ik zeggen van, kijk er toch nog eens een keertje serieus naar. Dan eventjes, u bent als een moedje, wat net over dat u bijvoorbeeld over de energiekosten van het bedrijf niet kunt krijgen. Als u een moedje bent, is die gratis van de overheid. Nu samen met stikstofproblematiek zitten, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen. En u zou daar inderdaad bij het ministerie langs kunnen gaan van, nou, als jullie daar zijn als omgevingsdienst, dan kan je daar bij wijze van spreken ook een bijdrage aan leveren. Maar dan zou je dus wel verplicht inzage mogen hebben in, met name de grote bedrijven, wat hun energiekosten zijn. Ja. Wat ik al zei, daar loopt nu een proefproces om dat los te krijgen. Mm-hmm. Dat is het maximaal wat we kunnen doen, want op zich maakt het niet zo heel veel uit of wij dat vorderen of dat het ministerie dat vordert. Het is gewoon dat op dit moment de energieleveranciers zeggen van ja, dat doen wij niet. Want dat kan niet binnen de wet op de bescherming van de persoonsgegevens. Dus we krijgen het gewoon niet. Dan als laatste nog even de omgevingswet. U zegt, daar heeft u wel een reserve voor gevormd. Die reserve, wordt die gevoed door het ministerie?
Of wordt die dus gevoed door de deelnemende gemeente? De deelnemende partners, dus provincie en gemeente. Ja, op zich zegt namelijk het ministerie dat de omgevingswet is een algemeen van belang zijnde maatregel. Dus op zich krijgen wij als gemeente ook wat geld van het ministerie. Op zich zou het ook aanbeveling verdienen dat jullie geld van het ministerie krijgen voor de omgevingswet. Wij krijgen nooit geld van het ministerie. Als wij al geld krijgen, komt dat altijd via de gemeentes. We hebben geen autonome financieringstroom. Je zou dus ook kunnen vragen. In dit geval heeft de heer Vroeger gelijk, meneer Gunst. En het is zelfs zo erg dat ook de gemeente geen extra geld krijgt voor de invoering van de omgevingswet, want dat moeten wij zelf betalen. Dat is de afspraak die VNG en Rijk op dat punt hebben gemaakt. Meneer Kwak. Ja, eigenlijk ging mijn vraag ook met name over de overheid. Ik heb er nog één klein vraagje over, dat is het aantal medewerkers. Op hoeveel FTE hebben we het? Een stuk minder. Dat weet ik zo niet. Dat had ik niet meegenomen. Ja. Staat in het jaarverslag? Ja, dan moet ik ook op zoeken, dat weet ik. Ja. Goed, dat waren de vragen, volgens mij zoals ze allemaal voor zijn gebracht. Ik had als voorzitter ook nog één vraag. En dat is, hoe loopt u samenwerking met de gemeente Hattem? U bent van ons, ja. Op een of andere manier, toch ook weer een beetje niet. Maar hoe loopt dat nu? Wat zou je nog kunnen verbeteren, laat ik het positief formuleren? Zowel van uw kant als van de kant van dit huis. Wat zou we kunnen verbeteren? Ik moet eerlijk zeggen, de samenwerking eigenlijk met al die mensen loopt goed. We hebben in de loop der jaren een erg grote vertrouwensband met elkaar opgebouwd. En wat ik wel heel prettig vind, en dat geldt zeker ook voor Hattem, is dat er hele korte lijnen zijn. We hebben een mandaat gekregen, ik noem maar wat, om een last onder dwangsom op te leggen. Nou, dat doen wij nooit autonoom. Dan stellen wij altijd af dat soort zaken loopt erg voorspoedig. Dus wat zou beter kunnen? Zal ik over nadenken. Nou, ik denk dat dat een mooi compliment is zo aan het einde van de avond. Het is ook altijd fijn om te horen dat dingen goed gaan. En dat contacten inderdaad kort zijn. En ik denk dat de schaal waarbinnen u werkt dat ook wel met zich meebrengt. Als je in een hele grote schaal zit, is het wel eens wat lastiger. Maar juist daar waar de lijntjes kort zijn, zoals in dit deel van de VO, denk ik, kun je ook zo vaak met elkaar optreden. Ik wil u danken voor uw bijdrage voor vanavond. En ik denk dat het voor ons heel wat helderheid heeft gegeven. Dan kunnen wij verder met punt 8. Dat zijn de lijst met ingekomen stukken. Ik kijk even naar de leden van de commissie of er stukken zijn waarvan u vindt dat die de volgende keer op de agenda van de commissie moeten terugkomen. Dat was mijn eerste vraag. De tweede vraag, zijn er punten waarvan u vindt die moeten, zijn zo belangrijk, zo urgent, dat die de volgende keer op de raadsvergadering aan de orde moeten worden gesteld? Ook niet. Dan derde, zijn er aanleiding van de stukken die overgebleven zijn, nog korte vragen te stellen die onmiddellijk beantwoord zouden kunnen worden. De heer Gunst heeft een vraag aan mijn enkele buurman. U bent nog niet aan het woord geweest vanavond, dus u mag als eerst. Wat de PvdA betreft, gaat het nu? Meneer Gunst, een knopje even uitdrukken. Ja. Wat de PvdA betreft gaat het in ieder geval over een budgetplafond jeugdhulp 2020. Er zitten wat bijzondere constructies erin. Aan de ene kant wordt er gezegd van we gaan het budgetplafond gaan we dus doen. En aan de andere kant wordt de mogelijkheid geboden om die weer te omzeilen omdat er nog andere partners gaan. Wij vinden dat, en dan lees ik ook nog weer van het zal ook nog werken met extra inzet. Als er ook nog extra inzet vragen voor de implementatie, de bijkomende sturing en administratie. Ik vraag me al in vredesnaam af, waar zijn we mee bezig? U vraagt zich dat af. Is dat een vraag? Ik kijk even of een van de portefeuillehouders daar nog iets van wil zeggen. Boven zijn. Oké. Dan neem ik aan dat uw fractiegenoot boven de vraag heeft meegenomen. En dan herstellen we in ieder geval dubbel. hij is hier gehoord en wordt boven beantwoord. Goed. Meneer Gunst. Het gaat over de pas. Ik lees in de krant dat de gedeputeerde Peter Drent van de CDA... Welke ingekomen stuk is het, heer Gunst? Ik dacht dat wij bezig zijn met de mededeling in de vraag aan het commissie. Nee, ik kan nog even... We kan het boven daar de daar. Over de ingekomen stukken. Daar wil het niets meer over. Dan zijn we nu... Gaan we naar het laatste agendapunt. Even terug... En dat zijn de mededelingen van en de vragen aan het college.
Dus ik begin even met het punt, de mededelingen van het college. Zijn er mededelingen vanuit het college te doen aan deze commissie? Wethouder Schipper. Ja, ik heb drie mededelingen, voorzitter. De eerste, en het is iets waar ik zelf nog wel, wel teleurgesteld over ben. Heren, graag even aandacht voor de wethouder. En dat is de mededeling die ik moet doen over het afvalbrengstation. We hebben een situatie in Hattem dat wij een mooi eigen afvalbrengstation hebben. Helaas wel beperkt met een aantal grondstromen die je daar kunt inleveren. De Rova heeft met zowel Velocamp als met andere partijen gekeken van wat is er mogelijk om dat voort te kunnen zetten. Want er is een gedoogsituatie van het afvalbrengstation van Velocamp. En die gedoogsituatie die kan niet voortgezet worden. En daarmee is ook het aanbod ingetrokken van Velocamp om het afvalbrengstation te faciliteren voor de Rova. Dat brengt ons op de nieuwe vraag, ja, hoe nu verder? Dus ik heb met Oldenbroek en met Heren gekeken van, ja, zijn wij misschien wel in staat om een eigen afvalbrengstation op H2O op te kunnen starten? Al die gesprekken heeft de Rova gevoerd, want zij zijn degene die de zorgplicht hebben op basis van onze dienstverleningsovereenkomst, dat zij dat moeten aanbieden. Uit die gesprekken blijkt dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor een eigen afvalbrengstation op H2O, omdat in NEO-verband er ook wordt gekeken op voor een eigen afvalbrengstation. Dus kortom, dat betekent eigenlijk dat wij heel weinig opties hebben. En dat is het milieubrengstation wat eigenlijk al bestaat is op het support. Nou, dus is natuurlijk ook een laagmaat in Heerde is het een milieubrengstation vanuit de Rova. Maar ik bereid het er alvast op voor, want ik ben er volop bezig in gesprek met Rova om te kijken hoe kunnen we dit, het dienstverleningsniveau wat er had me mee bekend is, om dat toch op een goede manier te kunnen blijven bieden. Woensdag heb ik dus een vervolggesprek met erover om te kijken van ja, wat kunnen we wel doen voor onze Hattemers. Maar ik heb er al een hard hoofd in en ik vind het toch wel prettig om u daar op dit moment al in mee te nemen. Dat is het slecht nieuws, beginnen we daar maar mee. Het goede nieuws is... Mag ik daar een vraag over stellen? Ik denk dat het goed dat we eerst even de mededeling doen en dan gaan we daarna over de aanleiding van de mededeling nog vragen zijn. Ja, het tweede punt wat ik wil inbrengen is dat wij een zienswijze hebben ingediend op de notitie nota rijkwijde van de herindeling. Dat is een nota die bepaalt hoe het luchtruim van Nederland wordt heringedeeld. En er staan een aantal uitgangspunten in hoe die herindeling tot stand gaat komen. En daar hebben wij een zienswijze op ingediend, omdat er een van de onderdelen in de nota stond ook de toezegging die zijn gedaan aan de Noord-Veluwse gemeente over de laagvliegroute Lelystad. Nou, wij zijn wel bekend welke toezeggingen dat zijn gegaan geweest, want we vinden het gewoon belangrijk dat die route gewoon niet meer bestaat, de laagvliegroute over ons grondgebied. Dus daar hebben wij een zinswijze op ingediend en ik zal hem via de GVA nu doorsturen. Dan weet u dat. Ja, dank u wel. Dat hebben wij trouwens overigens gedaan samen met Heerde en onze eigen gemeente. Dus niet met de Noord-Veluwse gemeente, alleen met Heerde. Als laatste, afgelopen vrijdag ben ik namens het college bij een pasbijeenkomst geweest in Ede. Ik dacht van ik probeer me voor te zijn. Heeft u tegelijk de aanleiding om een vraag te stellen aan het college hierover. Een pasbijeenkomst in Ede met alle gemeentes vanuit VNG en de provincie. Daar is een denklijn, een richtlijn neergelegd vanuit de OD, nou, dit is niet de ODNV, maar een andere omgevingsdienst in Gelderland, een van de andere zes. Die heeft daar een richtlijn neergelegd dat ook is afgestemd met de provincie. Daar staat ook een richtlijn in, zoals hoe de provincie kijkt naar vergunningverlening. Dat was een voorgenomen inzet vanuit de provincie en helaas heb ik vanmiddag gehoord dat die provincie nu al het een en ander heeft ingetrokken. Dus wij zitten in onzekerheid. We hebben wel gekeken wat kunnen wij nu doen op basis van onze eigen inzichten. Morgen hopelijk gaan wij een collegevoorstel daarin vastleggen. Een besluit te nemen om te kijken van hoe kunnen wij toch het vergunningsproces op gang brengen in Hattem. Er zijn wel in ieder geval al denklijnen al neergelegd vanuit de provincie. Dat er wordt gekeken van ja, hoe ga je om met 0,0 mol of 0,005 mol of 0,01 mol. Kortom, daar heb ik inzicht in gekregen. Dat gaan we morgen delen in het college. Dus dan weet u dat in ieder geval. Even wat mededelingen. Dank u wel. Ik kan me voorstellen dat een aanleiding van de mededelingen nog wel een
rechtstreekse vraag is opgekomen. Ik zag mijn linkerbuurman zo pas al naar de eerste mededeling. Dus ik ben zo geweldig enthousiast, meneer de voorzitter. Die zou ik als eerste graag willen geven. Er zijn twee dingen. Dat zijn de overweging van de HOVA. Hoe kan dat? Dat zij in één keer zeggen van nou, we stoppen ermee. Zijn dat kosten geweest? Is het indikken van de service geweest? Zijn er andere argumenten waarop ze dus kunnen besluiten? Want per slotverrekening zijn we ook nog aandeelhouder van de HOVA. Dus het kan toch niet zo zijn dat zij op een bepaald moment gaan dicteren hoe de service gelegd kan worden. En daaraan gekoppeld is wellicht ook de vraag hoe het nou precies zit met de gedoogsituatie, als ik zover mag zijn. Dus hoe lang gaat het ook nog duren? Wanneer stopt het? Kijken we nog een aanleiding van het eerste punt, nog aanvullende vragen zijn, dan nemen we die in één keer even mee. Dan zijn dat de twee vragen met Alder Schipper. Ja. Ja. Oké, de eerste reden is dat de HOVA die zoekt een partij op ons grondgebied. Nou, zoveel partijen hebben we niet. Dat is namelijk alleen maar Veluwekamp. Om de dienst te laten verzorgen voor HOVA in de opdracht van de gemeente. Zo zit het eigenlijk. Er is gewoon geen aanbieding meer gedaan op dit moment. Dat is de reden dat HOVA niet kan leven. Simpel kan ik het niet maken. We hebben nog een andere, is er in de buurgemeente al bij een ander bedrijf. U wel bekend, firma Van Werven. Die hebben ook een aanbieding gedaan, maar dat is ook ingetrokken. De beide aanbiedingen zijn gewoon niet meer verkracht en hebben we gewoon geen oplossing voor op ons eigen grondgebied of in de nabijheid. Dat is gewoon de reden. Moeilijk kan ik het ook niet maken, om even zo te zeggen. Het is wel erg spijtig, maar dat ontkent denk ik niemand in deze tafel. Maar het is gewoon eigenlijk een bedrijfseconomische reden geweest dat Veluwekamp geen aanbod heeft gedaan. Gedoogsituatie, het wil zeggen dat wij als college een tijdelijke situatie hebben gedoogd. In afwachting dat er een definitieve uitzicht zou komen op legalisatie. Dat is ook de reden dat je kunt gedogen. Dat hebben wij gedaan in de wetenschap dat op 31-12 helderheid zou komen van dit jaar, 31-12-2019, helderheid over de positie van Veluwekamp voor de toekomst. Stel dat zij in de zomervakantie hebben aangegeven, joh, wij willen doorgaan met de bedrijfsvoering, een milieurestation voor de gemeente Hattem, dan hadden zij ook een vergunning aangevraagd met daarbij de alle procedures en investeringen die ze hadden moeten doen ervoor. Dat hebben ze niet gedaan vanwege eigen bedrijfseconomische redenen. En wat ik vanuit de HOVA hoor. Ik heb ook een gesprek met Veluwekamp hierover, want ik wil eigenlijk ook wel hun verhaal van de zaak weten. Dus en dit alles wat ik nu vertel, dat zal ik u misschien wel mee overvallen. Dus ik beloof u ook om een aanleiding te maken hierover. Dan kunnen we ook een goede gesprek voeren op het moment dat ik alle informatie heb. Maar betekent dat nu dat op 1 januari 2020 eindoefening is? Volgens mij ga ik er wel vanuit en ik hoop dat ik de groenstromen hier in Hattem kan blijven houden. Dat ik een oplossing kan bedenken voor de groenstromen, want dat zijn toch wel de hoofdzakelijke stromen hier in Hattem. Stel dat dat nou niet lukt, dan wordt het duidelijk gecommuniceerd naar onze inwoners. Zeker, absoluut. De HOVA die wil nu al communiceren, maar ik ben nog niet zo ver, omdat ik vind dat zij mij te weinig hebben aangeboden als een alternatief. Helder. Ik denk dat de commissie dit even op zich moet laten inwerken. En de fracties komen ongetwijfeld op een later moment nog wel op terug. Kijk even op naleiding van de andere punten. Ja, we hebben dan heel veel gras voor mij. Even het knopje indrukken, meneer Veenstra. Ja, u zit net aan tafel, dus ja, het is nog een beetje op binnen aan het einde. Ja, ik begrijp het, voorzitter. Dank u wel voor uw opmerking. Door even te zeiden. Ik kreeg wat voor opmerking van de burgerij van Hattem, met name aannemers. Want die luisteren ook radio en die kijken op televisie en die zien ook uitspraken van diverse provincies. Hoe gaat het nou dadelijk, hoe worden we de woningbouw in Hattem? Dus het lijkt er nu op dat men kiest voor de boeren in Nederland. En wat zijn de consequenties van de woningbouwlocaties in Hattem? Neem je dat ook mee in die BW-besluit de komende weken? Dat was mijn vraag. Ja, kijk, iedereen maakt zich zorgen over de boeren in Nederland, maar ik maak me ook zorgen over de 390.000 bouwvakkers in Nederland. Daar maak ik me ernstig zorgen over. Ik heb de grootste projectontwikkelaar op vrij goede contacten mee in Nederland. Dat is BPD, ons wel bekend. Die gaf mij afgelopen vrijdagavond, joh, Auke, ik heb nu al een kwart omzet minder dit jaar. En dat betekent lineair recta in bouwproductie, in aannemers en daar maak ik me ernstig zorgen over.
Ik stoor me dan ook wel altijd een beetje aan het publieke debat momenteel, want die kant van de zaak wordt volgens mij wat te weinig belicht. Maar goed, dat gezegd hebben, denk ik dat we vooral moeten kijken van wat kunnen wij doen op Hattemse schaal. Wij proberen onze nek uit te steken, maar daar hebben we nog geen collegebesluit in genomen. Dus dat zult u echt moeten afwachten in de collegebesluitenlijst die wij morgen gaan nemen. En we gaan kijken hoe wij onze projecten op een goede manier kunnen onderbouwen om wel te kijken van op basis van de natuurtoets die we moeten doen, is er een negatief significant effect of niet? Is er een beetje een hoop wol in mijn mond? Maar je moet een toets doen om te bepalen, heeft het een negatief effect voor de natuur of niet? Nou, niet alles heeft een negatief effect. Bijvoorbeeld als je 40 woningen sloot die allemaal op het gas hebben gezeten in Lippenhoort en je gaat ze gasloos terugbouwen, heeft het een positief effect. Nou, dat moeten we gewoon berekenen. Daar is Triade mee bezig, hè, om het maar even in hetzelfde voorbeeld te benoemen aan Lippenhoort 7000. Het kan best zijn dat er positief uit die test komt. En dat die berekening positief is en dat er gewoon gebouwd kan worden. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Dus even op antwoord op uw vraag. Een voorbeeld is waar industrie heeft plaatsgevonden, een vrij zware industrie. Dat hebben we in Kasmema en er komt nu woning boven in de plek. Dus dat zou ook een voorbeeld dat met elkaar compenseert. Maar dat is een opmerking. Zeker, maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld is, je kunt met bouwkranen kun je op zware diesels laten draaien, maar je kunt ze ook met goedkopere of met zuiniger motoren laten draaien. Nou, dat is tijdens de bouwfase is dat erg belangrijk. Dat zijn allemaal voorbeelden die het kan helpen om een plan te realiseren. Dank u wel. Kijk even of er nog overige vragen uit de commissie zijn aan het college. De heer Vergunst. Ik had nog een opmerking ook op het vorige punt. Als het kabinet een besluit neemt over de pas en de effectueren aan de GS overlaat, en de GS laat zich intimideren door de boeren, gaat niet door, dan zou het kabinet ook zo flink moeten zijn als Lelystad besluit om Lelystad te doen, om dat ook in de provincie over te laten, want dan kunnen we dat ook direct morgen skippen. Dus als met twee verschillende maten meten. Ja, volgens mij bent u zelf lid van de politieke partij, dus ik zal de suggestie doorgeven als kuwas aan uw Haagse vrienden. Hebben wij al gedaan. Nou, de heer Van Duin. Dank u, voorzitter. Ik wil eerst nog even de wethouder bedanken voor zijn actie samen hier voor de laagvliegroutes. Naast mijn collega Harry Krijmer, die zit boven, maar u weet, hij trekt hard aan het dossier. Nogmaals dank daarvoor. We hadden het inderdaad over pas. Er zit heel veel negatieve dingen aan. Ik maak me ook zorgen, en heel veel had hem zo over de Hof van Blom, wanneer ze hebben nu weer een hobbel. Aan de andere kant, ja, wat net al aangegeven, wij zijn in Hattem ook al zin bezig. We hebben bestemmingen op grond zitten. We gaan van Veen naar, op Haagdeel, van Veen naar milieuvriendelijke industrie. Het Veen wordt mijn collega ook aangaf, we gaan van zware categorieën naar wonen. We gaan ook naar 30 kilometer zones in het GVVP. Dus ik ben heel blij dat u al die creatieve dingen ook al in uw verhaal aangeeft. Van niet zwaar dieselstoken, maar andere voorzieningen. Nou, een positief puntje van de hele pasdiscussie. Het is voor onze gezondheid als mensen wel beter als ze minder rommel in de lucht jagen. Dus als het ons lukt, zeker met onze wethouder die hartstikke positief bezig is, dan winnen we aan gezondheid en we mogen toch bouwen. Dus ik hoop echt dat het u lukt. Dan winnen we allemaal. Dat is een punt wat wel van belang is. Dat wou ik toch echt aan u meegeven en ook een beetje, ja. Ik verwacht echt dat u het kunt. Nou wel, dus aanmoediging van de heer Van Duinen. De heer Keizer. Ja, op 1 december, het is voor de burgemeester. Op 1 december was er bijeenkomst van de VNOG in Harderwijk, waar ik geweest ben. En nog een paar raadsleden. En zeg maar, wat daar om ging is op de begroting van de VNOG en hoe men daarin voortschrijdt. Het ziet er best goed uit, dat was ook best een goed verhaal van de heer Krans. Het gaat ook vooral over de regio. Wat het Hattem aangaat, ons korps, is van, dat er waarschijnlijk toch één auto bij ons weg zou moeten. En dat is een punt zeg maar, wat nog wel open staat. Men gaat nog kijken wat het betekent en ook zeg maar, met de regio Zwolle. En dat is onder andere punt, zijn wel meer punten open, maar dit punt had ik al met een paar collega-raadsleden besproken. Zouden wij in een groepje willen bespreken, dat hebben we ook met de vorige burgemeester deze zomer een keer gedaan en ook met de commandant van de brandweer, om gewoon zeg maar u ook goed voor te bereiden op die bijeenkomst die in december gaat plaatsvinden, waar werkelijk een besluit moet komen en zeg maar dat goed
de mening van Hattem en de belangen van Hattem daar goed verdedigd worden. Ik begrijp dat u behoefte heeft aan een informerende bijeenkomst, ja. In kader van standpuntbepaling, in kader van gemeenschappelijke regeling. Dat klopt, ja. Ja, voorzitter, en daar sta ik natuurlijk van harte voor open. Ik heb al met de brandweercommandant gesproken over het afscheid van de vorige burgemeester. En hem uitgenodigd om kort mijn langs te komen om mij ook zijn argumenten ook eens mee te geven. Want ik heb momenteel wel met goede argumenten komen. En hij heeft, wat hij zo even noemde, best een aantal goede argumenten. Waarmee we de veiligheidsregio toch nog even kunnen bestoken om aan te geven dat wij denken dat het schrappen van die wagen niet verstandig is. En als u daar ook nog goede suggesties voor heeft, dan hoor ik die ook graag. Want ik denk dat het wel verstandig is om dan voor die vergadering van 1 december ook alvast schriftelijk even het signaal af te geven. Dan kan men zich er ook op voorbereiden. Ja, dat denk ik dat het goed is dat we op korte termijn een keer zo'n gesprek met elkaar hebben. En dan met alle woordvoerders van de partij. Zo hebben we het de vorige keer tenminste gedaan, om dat te herhalen. Dan spreken we dat af en dan gaat de gevier dat organiseren. Dat waren alle vragen vanavond vanuit de commissie. Nou, we constateren dat het iets na 10 is. Keuren, denk ik, vergadering van 2 uur. We waren ietsje later begonnen. Dus complimenten richting u allen. En ik dank u voor uw inbreng, aanwezigheid. Ik wens u allen wel thuis. En voor de kijkers straks, slaap lekker.